ga gewoonlijk voor een klintje. Mijn vleeskroket. Is het waar dat je in Ibiza ooit een kindje hebt gered? Stoofles nou erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajantjes, wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, altijd. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietkast. Hey, wauw, met Peter de Pauw. Ja, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Frietkast. Mijn frietgast van vandaag is iemand met het hart op de tong. Je kan haar niet in een hokje stoppen, want ze gaat steeds voor haar eigen gevoel, denk ik. Als moeder, als zangeres, als partner of als politica. Haar unieke persoonlijkheid en lach maakt dat je haar meteen opmerkt, zelfs in een overvolle frituur. Welkom, Margriet Hermans. Ah, dank u wel, Petra. Ik ben zo blij dat je hier vandaag de gast bent. Eindelijk. Lukt het, hè? Ik keek er echt naar uit. Oh, leuk. Ja, ik had zo Margriet-kriebeltjes. Oh, heerlijk. Ja, dank je. Het is waar, hè? Het is, we hebben elkaar eens kort ontmoet. Een paar keer, ja, bij Radio 2. Hè? Ja, bij Radio 2. En er was eigenlijk, denk ik, wel meteen een klik. Echt wel. Allee, toch wel van mijn kant. Ja, tof, heel tof. Zeg, Margriet, we zitten in de Frietkast. En ja, het concept is eigenlijk dat ik altijd aan mijn gast vraag, als je naar de frituur gaat... Wat bestel jij dan? Aha. Ja. Dat varieert van periode tot periode. Hè? Maar laat ons zeggen dat ik nogal een grote liefhebber ben van niet te veel friet, maar met veel zout. En een lumpia met warme currysaus. Een lumpia? Ja, ik ben zo echt aan die lumpia's. Ik vind dat zo lekker, echt wel. En ik moet zeggen, de frituur waar wij gaan, bij ons in Turnhout, dat is ongelooflijk lekker. Frit en haar lumpia's en die warme currysaus. Ik denk dat ze bij een Chinees besteld, want dat kan je zelf niet maken. Zo lekker. En waar komt dan het ding van, ik wil een lumpia? Want dat is eigenlijk misschien toch het meest exotische dat je kunt vinden. Ja, eigenlijk wel. Want andere mensen pakken een berenpoot. En dat gebeurt ook wel soms, hè, dat ik een frikadel neem. Zo'n ronde frikadel. Een boulet. Een boulet, ja. Ja, dat vind ik ook wel lekker. Maar meestal heb ik de indruk dat ze die dingen te lang bakken. En bijvoorbeeld, mijn echtgenoot is nogal een liefhebber van satés. Mm-hmm. En dan laten ze dat zo lang bakken dat dat echt bijna een hard beentje geworden is. Dan zeg ik, nee, die saté mag van mij nog van binnen een klein beetje rozen zijn. Ah, ja. Niet zo overbakken, maar ja, de frituuristen doen dat gewoon omdat iedereen dat zegt, zeker. Ja. Ik weet het niet. Ja, en dat werkt ook niet met het systeem van tussenin, bien cuit, nee, want ik zeg het altijd bij. Ik zeg, als ik zoiets neem, niet te lang bakken, hè, niet te lang bakken, maar dan is het meestal nog overkookt. Maar ja, kijk. En doe je dat vaak? We gaan toch wel elke week eens om de 14 dagen minstens één keer naar de frituur. Meestal op de woensdagavond, want dan zijn ze 2 dagen gedicht geweest. En dan verlangen we dus naar een goeie frietje. Of het gebeurt ook als ik van een optreden kom of een zware werkdag gehad heb en ik zie het niet zitten om te koken of we hebben niks in huis, dan gaan we naar een goeie frituur. Ah, ja. Oh, kan zo smaken. En is het dan in de frituur eten ook? Of eet je liefst dat dan thuis? Wel. Dat, ja, doen we bij Denise kunnen we in de frituur eten. Bij de twee jongens aan de brug moeten we het meenemen. We hebben zo 2 vaste adressen. Hè. Maar ik moet zeggen, bij haar, bij Denise, is er ook een verbruikzaaltje aan. Mm-hmm. En dat is altijd kraak. Proper daar. En ja, frietjes die je ter plaatse op eet zijn, vind ik nog altijd net iets lekkerder dan wanneer je ze mee naar huis neemt. Ja, ze zijn warmer. Ja, niet alleen warmer, maar ze zijn niet wak. Mm-hmm. Ze blijven een beetje krokant, omdat ze niet moeten verpakken natuurlijk. Hè. Ja. En ben jij gulzig, Margriet? Ja, zeker wat dat betreft. Hè. En dan, maar ik ben iemand, ik eet niet zo graag heel warm. Dus dan verbrand, heb ik het gevoel dat ik soms mijn mond wel eens verbrand, omdat ik niet kan wachten en dan denk, oh, heerlijk, heerlijk. En het rare is, ik ga dan binnen, ik denk, ja, ik krijg honger, ik heb een hongertje. Maar dan zit ik daar binnen en al die geuren die komen op mij af. En dan denk ik, wow, eten, alsjeblieft. Dat geur ik van de honger. En dan zegt mijn echtgenoot ook van, oh, nu begin ik echt wel honger te krijgen. Dus dan vliegen we toch wel in de frietjes. Ja, 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 ja. Oh. Kom jij uit een gezin van goede eters? Want ja, jij komt uit een bakkersfamilie. Ja, hè? Wij waren thuis, vader, moeder, 6 kinderen. Altijd goed gekookt bij ons thuis. Altijd gezond gegeten ook. Goed gegeten. We niks te kort, tegendeel. Te veel. Te veel. We zijn allemaal goede eters. Een paar pitsers tussen mijn zus en mijn broer. Mijn jongste broer, als een Bert. Dat waren geen vleeseters.
En dat begreep mijn vader niet. Want mijn vader, nou, ik ook, ras echte vleeseter. Die kon er niet blijer maken dan met een goede biefstuk, met een goede kotelet, met een varkensgebraad. En die begreep niet hoe dat je niet graag vlees at. Dat ging boven zijn petje. En zegt hij tegen mij, was een best, zit niet zo te pitsen aan dat eten. En mijn zus ook, hè, want die aten dan zo'n heel klein stukje. Mm-hmm. Pro forma, maar dat waren geen echte vleeseters. Nee, maar de rest, ja, jawel. Ja. Was er ik ook wat minder, maar als Jan, Jeff, ik, wow, en onze vader zelf. Ja, ja, wij waren erg, hè, want als ik op de snelweg zo'n vrachtwagen tegenkom. Met zo'n varkens in? Oh, ga maar naar de slachterij en ik hoor die zo, oh, dat gaat toch door merg en benen. Dan denk ik, nee, Margriet, stop maar. Ik heb het ooit eens geprobeerd, zo'n vegetariër te zijn, maar het lukt niet echt. Ja. Nee. Ja, als je zegt dat je ook je brochetje niet graag doorbakken hebt, dan weten we wel dat je echt een vleeseter ja, bent. Hè? Ja, dat is het. Het enige wat voor mij echt goed moet doorbakken zijn, en dat neem ik soms ook in de frituur, want ik zeg het, ik varieer wel, dan neem ik een halve kip, maar die moet goed gebakken zijn, want ik vind kip die niet van het bord valt... Zo rozig. Ah, foei. Nee. Ik heb het daar zelfs bij eend soms moeilijk mee. Hè? Want een eend moet eigenlijk van binnen zelfs de borst toch cru zijn nog, hè? Rood. Hè? Oh ja, that's not my favorite thing. En hoe zat dat met de bakkerij? Kreeg je dan ook zo restjes thuis en zo van wat er over was? Of was er weinig over? Wel, wij hadden een goede zaak. En soms was daar wel iets over, maar wij namen ook dingen die niet over waren. Mijn moeder was eigenlijk, en mijn zus ook, dat waren zoete kouwen. Die waren echt aan zoet. Ik was minder aan zoet. Ik was meer aan hartige dingen. Maar dat neemt niet weg dat ik ook wel eens graag een Fransje pannetje of een glas zeken of whatever nam. En ik weet nog goed, als ik naar school ging, dan nam ik altijd zo 2 of 3 van die chocotofs. Oh my god. Ja, het is niet voor niks dat ik zo dik geworden ben. Want op mijn puberteit ging ik eerst goed eten en dan nam ik nog een boel snoep mee. Ha, jongens. En ik had dan ook een lichaam dat eigenlijk overprotectionistisch was. Met andere woorden, ik ging niks verloren. Alles werd opgeslagen. Ik denk, oh nee, juist bij mij. Dus ik heb helemaal even veel plezier gehad van eten. Ja, en nog, hè. Ik nog, maar ik kan nu zoveel niet meer eten. Mm-hmm. En dan zeggen ze, dat is omdat uw maag verkleind is. Nee, mijn maag is niet verkleind. Het is gewoon, ja, met de jaren is mijn smaak een klein beetje veranderd en ik eet anders gewoon. Maar ben jij ook iemand die emo-eter is? Ben ik geweest. Ja? Ja, ja, maar dat ben ik nu niet meer. Nee, echt niet. Nu ben ik meer een emo-drinker, denk ik. Nee, dat is niet echt waar, maar dat is wel zo. Jonge mensen soms, om zich te troosten of wachten te lang met eten, dat is soms ook een probleem en je valt dan zonder energie. En dan om jezelf te troosten en heerlijk te voelen, begin je verkeerde dingen te eten. Want tegenwoordig is dat zo'n mode, je komt in een studio, opnamestudio, of je komt bij een radio, of je komt ergens anders. Bij een optreden staat er altijd een mandje vol met zoetigheden. Marsen en Twixen en weet ik veel wat. Dat bekoort mij normaal niet. Maar als je moe bent en je hebt honger, dan heb je soms ook wel de neiging om dat te doen. En dan moet ik echt zeggen, nee, Margriet. En dan denk ik, fok, jongens, geef eens wat anders. Geef eens iets hartigs. Zet daar een blokje kaas. Maar ja. Ja, dat is ook wel zwaar, hè, kaas. Ja, zwaar. Een kaasschotelke. Ja, een schotelke wel, maar gewoon lichte, jonge kaaspop. Ja, dat is waar, ze. Kaasschotel is zwaar, hè. Mm-hmm. Je kan serieus uw nachtrust bederven als je dat te laat eet, vind ik toch. Ja. Ja, in Frankrijk is bijvoorbeeld de gewoonte dat mensen dat op het einde van een... Een dessertje, hè? Ja, van een menu krijgen, hè. Maar dat vind ik wel plezant. Ja, ik kan dat niet. Nee, ik kan dat niet. Dan zeggen ze tegen mij, ik zou er dan nog eerder een kroket voor laten liggen, bij wijze van spreken, of wat frietjes. Als ze zeggen van wat kies je, een dame blanche, want dat is ook mijn favoriet, dame blanche of kaasschotel. Ik denk dat ik tegenwoordig nog eerder voor het kaasschoteltje ga, maar dat zijn maar kleine kaasschoteltjes. Hè. Mm-hmm. En als je daar dan even wat tijd tussen laat, dan... Stel dat uw ouders een frituur hadden gehad. Catastrofe, nog erger, denk ik. Zou je dat ook bijvoorbeeld willen overnemen hebben? Of? Ah, dat weet ik niet. Of die bakkerij, dat is bij jou nooit een optie geweest? Toch wel. Ik heb daar wel eens over nagedacht. Maar het probleem was, mijn vader werkte met zijn 4 broers samen. Dus dat was een NV. En er waren veel gegadigde generatie voor mij. En ik denk, ja, nee. En mijn vader zei, kindje, zorg dat je een diploma hebt. En dat je op een andere manier werkt voor je job. Dat je dat niet 's nachts moet doen. Het is zwaar. Het is dankbaar, zei hij, want hij was graag bakker. Hij zei, dat geeft mij zo een goed gevoel als ik goede producten maak. Ik merk dat de mensen dat appreciëren.
passeren en die winkel is 's avonds leeg. Dat was mijn vader overgelukkig. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik zou dat nog wel gedurfd hebben, die bakkerij overnemen. Ja, 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 ik zag er niet tegenop. Maar ja, mijn leven is in een andere context geëvolueerd. Ook niet altijd zo gemakkelijk. Nee. Hè? Je weet dat ook, de showbusiness. Dat is een harde wereld. Is ook een harde wereld. Hè? Ja. Maar ik zeg altijd, wie voor zelfstandige rekening gewerkt heeft, altijd harde noten te kraken. Want je moet zo altijd wikken en wegen. Doe ik dat? Ga ik dat goed doen? Is dat verstandig dat ik dat doe? Je moet dat, ach, dat is niet zo gemakkelijk altijd. Hè? En ben je te streng, ja, dan zeggen ze, je moet het niet vragen, want die gaat dat toch niet doen. En dan zeggen ze dat al van tevoren, dus je mag dat ook niet. Ach ja, ik weet het soms niet goed, de gulden middenweg zeker. En hoe komt een bakkersdochter in de showbiz terecht? Echt wel, dat mag je wel zeggen. Hoe komt dat? Hoe kom je daar... Allee, ook al ten eerste dat idee al hebben in die tijd, denk ik, was dat toch, er was geen X-factor of zo, hè? Nee, helemaal niet. Ik kon nog niks doen. Allee. Ja, en ook... Ik was geen ook, TikTok? Maar als ik heel jong was, had ik ook geen interesse in de showbusiness. Ik wist niet wat dat was, showbusiness. Wij waren thuis op dat gebied heel dom grootgebracht, onwetend. Wat was de muziek van bij ons thuis? Dat was Mozart, Tchaikovsky, de Vogelhandelaar, soms is Frans Lehár, en zo wat op de radio draaide. Ah, ja. Wat mijn vader opzette op de radio, maar eigenlijk wist ik van toeter op blazen. En ik was daar ook niet mee bezig. Maar ik zong wel zelf liedjes. Ik had een gitaar en ik maakte zelf liedjes. Maar als ze aan mij vragen wie waren uw idolen, die had ik wel, maar ik was een slechte fan. Hè. Ik kocht dat allemaal niet. Ik kreeg geen posters aan de muren. Ik was echt een slechte fan. Maar ik was natuurlijk wel fan van Bob Dylan en Leonard Cohen en Boudewijn de Groot. En ik had wel mijn idolen. Hè. Maar toch was ik daar zo niet mee bezig. Dat is raar, hè? Ja, dan ben ik uiteindelijk gaan studeren. Ben ik in het onderwijs terechtgekomen, maar ik speelde al amateurtoneel. Want ik deed dat doodgraag. Op een podium staan, acteer ik die de doodgraag. En ik weet nog hoe ik ging kijken naar een voorstelling bij Pogen, amateurgezelschap van Turnhout. En in het boekje waar, dus zo, ja, zo'n sponsorboekje, daar stond helemaal op het einde een zinnetje, als u zich geroepen voelt of zin hebt om eens een keertje mee uit te testen of acteer je licht, meld je aan bij de regisseur. Ik denk, potverdomme, ik ga niet dat doen. En ik heb dat gedaan en ik heb zeker 8 jaar, denk ik, met hen amateurtoneel gespeeld, heel de tijd dat ik les gaf. En heel, heel leuk. Echt tof. Plezier van gehad. Nu zou ik dat niet meer durven, omdat ik bang ben om die teksten van buiten te leren. Mm. Ik heb het lastiger gekregen sinds dat ik corona heb gehad, een paar jaar terug, twee jaar terug, denk ik. Heb ik precies een slechter geheugen? Of word ik gewoon oud? Dat kan ook, hè, Peter. Dat kan ook, ja. Laten we het op corona houden, ja, dan, Margriet. Heerlijk excuus. Want je bent regentaat gaan doen, terwijl dat je eigenlijk... Droomde van universiteit. Ja. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Omdat mijn ouders daar niet rijp voor waren. Die waren daar niet klaar voor. Mijn moeder was zo wat bang. Ja, de mentaliteit van onder de kerktoren. Hè. Mm-hmm. Zo van wat bang. Ja, als Margriet loslaten in Leuven. Mijn vader zei, dat gaat er altijd een feestje zijn. Wat ook niet waar is. Maar ja, ze vergeleken mij met mijn nicht die er wel een feestje van maakte. En uiteindelijk is dat dan niet gebeurd. En ik vond dat bijzonder spijtig. Want ik weet... dat mij toch voor een stuk nog gelukkiger zou gemaakt hebben. Ik wilde polysok doen of germaas, ik wist nog niet goed wat. En dat was dus ook een beetje het probleem. En dan wilde ik journalistiek doen. Ik dacht, journalistiek, dat is iets voor mij. Mensen gaan interviewen, gewoon buiten de grenzen eens gaan kijken, of zelfs binnen de grenzen. En geen journalistiek voor dag allemaal of zo, hè. Maar echt journalistiek, diepgaande journalistiek. Frietkast, hè. Dus, hè? Zoiets. Bijvoorbeeld, ja, echt wel. Met Joe Biden gaan spreken, weet ik veel wat, hè. En dat vind ik wel eigenlijk een stukje een gemiste kans, maar ik heb daar zoveel, vooral hetgeen wat ik gemist heb ik zoveel terug in de plaats gekregen. Ja, ik kan alleen maar dankbaar zijn voor al hetgeen wat ik heb kunnen doen. Maar dat regentaat was dan eigenlijk een beetje opgedrongen door mijn moeder. Mm. Die zei, ach Margrietje, dan zei altijd Margrietje, doe maar dat regentaat, zei ze, en als dat dan gebeurt, dan kan je nog doen wat je wil. Ja, maar nee, hè. Mijn vleugels waren rijp om thuis uit te vliegen. Ik had echt geen zin om nog onder de vleugels van mijn ouders nog 5 jaar te gaan studeren. Nee. Ik wilde de wereld in. Ja, echt. Ja. Ook weg. Allee, weg van thuis. Weg. Zelf dingen doen. Zelf op mijn eigen benen staan. Whatever dat wat ik moest doen. Ik heb van alles gedaan. Ik ben appelen gaan plukken. Ik heb in een restaurant gewerkt.
In de weekends, ja, bij mijn broer in de winkel gewerkt. Ik heb van alles gedaan om financieel zo wat te overleven. En om wat spaargeld te hebben. En ik heb dat altijd met plezier gedaan. Want ik heb nooit in mijn leven... Ik heb het altijd moeilijk gehad met kiezen. Ik heb dat nog. Ah, ja. Als ik in een restaurant kom en ze duwen een menu onder mijn handen, onder mijn ogen. Dat is een ramp, hè, want dat duurt een uur. Is dat het krijg waar? Ik op de duur zo'n honger dat ik het verkeerde bestel. Maar in de frituur weten wel, ja, een lumpia. Ja, een lumpia of halve kip. Dat is een vaste. Ja, ja, dat is mijn voorkeur. De lumpia is dat mijn voorkeur. En de halve kip, want die mevrouw haalt soms speciaal een halve kip voor mijn huis. En heel soms dus ook zo'n brochette. Ja. En een frikadel, maar dat koop ik thuis wel, frikadel. Dat eet ik niet zo graag op frituur. Ik heb dat liever vers gemaakt. Wat ik wel raar vond, als ik nu mijn aan het research doen was over jou, is dat jij een depressie hebt gehad. Terwijl ik denk van, zo'n vrolijke vrouw... Je hebt zo'n vrolijkheid tot de tiende. Ja, en ik had dat als kind ook, hè. Was altijd ja, hoe komt dat? Hoe krijg je dat? Wel, ik denk dat op een bepaald moment is dat gewoon een beetje een identiteitscrisis, denk ik. Een beetje, helemaal. Hè? Dus wat gebeurt er in je leven? En ik denk dat veel mensen dat meemaken, maar ze noemen dat in de dag van vandaag een burn-out. Maar dat is een verkeerd woord. Ik geloof daar niet in. Burn-out bestaat niet. Maar op een bepaald moment in je leven kom je tot de constatatie, ik doe dingen die ik eigenlijk... niet meer wil doen. Ik wil iets anders doen. Was dat de periode van het lesgeven? Ja, ja, klopt. En ik denk, ja, dit ga ik echt niet doen tot het einde der tijden. Dat zag ik echt niet zitten. Plus, en ik dacht, ik had zo een beetje de neiging, en Oceline heeft dat ook, dat moet iets genetisch zijn in ons, zo een overdreven will to please. Niet nee kunnen zeggen tegen mensen. Zo van, dat doe ik niet. Altijd zoeken van, ja, ik ga proberen om dat wel te doen, om jou te helpen, ik ga dat wel doen. Maar dat neemt op den duur zoveel hooi op je vork en je cijfert jezelf zo vaak en veel weg, dat je bijna vergeten bent, ja, maar wie ben ik eigenlijk nog in het verhaal van mijn leven? Ik wil terug een hoofdrol spelen in het verhaal van mijn leven. En dan kom je eigenlijk in een conflict situatie waarvan je denkt van, ik moet hier iets beginnen, maar hoe moet ik dat doen? Wat moet ik doen? Ik heb eigenlijk een beetje hulp nodig, maar in die tijd was dat nog niet zoveel. Hè? En stilletjes aan, na maanden van twijfel en onzekerheid, kom je eigenlijk echt in een depressie. En ik, vreselijk, al de dingen die ik graag deed, deed ik niet meer. Ik ging niet meer naar het zangkoor, ik speelde geen toneel meer. Ik ging ook niet meer zwemmen, wat ik ook heel graag deed in de zwemclub. Al mijn hobby's eigenlijk, die vielen stil. Het enige waar ik mij moest voor behoeden was dat ik heel veel dronk. Dus ik denk, oei, Margriet, ik wil echt niet aan de drank. En dan heb ik mezelf dat ook ontzegd. Ik heb gezegd, niet doen. Allee, ja. Omdat als je in een roes bent, ja, dan ben je die identiteitscrisis een beetje door. Hè. Ja, dat ligt dat wel lam zo. Voilà, dat ligt dat wel lam. Ik weet nog goed dat ik toen in een huisje woonde... In de WC Groet, dat heet daar zo, de Wouwerstraat, in Turnhout, de WC Groet. En dat was in een klein huisje. En ik had zelfs de muren in het zwart behangen. Kun je dat nu voorstellen? Ikke? Ja, allee, joh. Niet te geloven. Maar dan dankzij de combinatie, want je kan daar niet alleen met praten uit geraken. En ook niet alleen met medicijnen. Maar een gezonde combinatie van medicijnen en praten met iemand en zoeken naar oplossingen. Een nieuw leven beginnen. Ik ben echt, ik heb gezegd, tabula rasa, ik begin helemaal opnieuw. Ik ben naar Spanje vertrokken met een tent. Ik heb daar 8 maanden in een tent gewoond en ik was de gelukkigste mens ter wereld. Ik had geen nagel om aan mijn gat te gaan, ja, lezen van spreken. Wel, een vriendin is ook een paar weken bij mij geweest. We zijn samen een cursus gaan volgen. Zij is dan teruggegaan, want die moest terug beginnen lesgeven. En ik denk, voort. Want toen kreeg ik een brief thuis, zei mijn moeder, van dat ik niet meer in orde was met de ziekenkast. Dat is nog zoiets. Dan denk ik, alsjeblieft. Omdat ik te lang niet meer gestempeld had, of weet ik veel wat, gezorgd had voor een officieel inkomen. Dus ik was niet meer in orde met de ziekenkast. Ik denk, ja, als ik nu iets krijg, heb ik dat ook nog. Maar ik denk, voort. Ik ben dan toch maar gebleven. En toen kwam ik terug, denk ik, tegen september. Ja. Ik ben vertrokken... ik ben daar 9 maanden ongeveer geweest. Ik ben vertrokken, denk ik, in oktober, december naar Madrid. En ik ben gebleven tot
Eind augustus, september. Ja. Ja, en toen had ik een job. Ik was een nieuwe mens. Ik was helemaal genezen van alle ellende. En geen Spanjaard mee naar huis gepakt? Ja, ook. Nee, een Fransman. Maar dat was eigenlijk de lief van mijn vriendin. Oei. Want zij had die Fransman toen leren kennen. En zij zei, kom maar af. Want we hadden ook de intentie om samen iets te huren. Met drie vriendinnen. Want we konden dat alleen niet betalen. En op een bepaald moment komt die kerel bij ons aan de deur kloppen. En die was daar, maar zij was al weg. Toen zaten wij ermee. Dus je hebt die opgeofferd? Ja, bij wijze van, kijk, daar gaan we weer. Maar dat was best weer wel een leerschool. Die gast, ik heb er ook veel Frans van geleerd. Dat was wel handig. Dat is goed voor je talen, ja. Maar ja, ik heb er altijd. Mijn vader zei altijd, oh, kindje, je kunt een taal maar leren in bed. Ik zeg, wat zegt je? Zei je dat? Ja. En hij had gelijk. En toen deed ik het. Toen zei hij, joh, maar gaat dat zo letterlijk nu wel niet moeten pakken? Ik zeg, godverdorie. En als je dan terugkomt, heb je dan zo het gevoel van, ja, oké, nu ga ik echt kiezen waar mijn hart ligt. En was dat dan voor u dan duidelijk dat dat muziek zou zijn? Muziek zat al in mijn leven. Of theater, Ali. Ja, dat zat al in mijn leven, maar ik wist niet hoe ik dat professioneel moest aanpakken. Want bij ons thuis, zoals in heel veel gezinnen, zei ze, ja, maar kindje, dat mogen we allemaal doen, maar zoek ook een job. Ja, iets vast. Hè? Iets vast. En dan ben ik uiteindelijk eerst even nog een, just was ik vergeten, 3 maanden een herscholing gaan volgen van de RVA. Ah ja. Voor secretaresse. Nu moet ik zeggen, die levenslang leren, dat is wel iets waar ik in geloof. Dat is heel belangrijk. Dat je telkens opnieuw een kans krijgt om in een andere richting iets te doen. Dus ik ging voor secretaresse, wat niet zo'n goed idee was. Maar ik heb er wel veel van geleerd. Boekhoudkundig heb ik daar veel geleerd. Ik had al wel boekhouden gehad in school. Maar toch, ja, dat was toch wel heel tof. Ik heb daar ook leren... Dactylo. Dactylo, leren tippen of typen. En dat heb ik dan geleerd op een week tijd. Zo. Dat was zo een systeem dat ik eigenlijk van iemand gepikt had. Die hadden gevolgd bij Scheidegger. Ik zeg, geef dat maar eens aan mij. En binnen de week kon ik blind tippen. Dus ja, ik ging daar eigenlijk heel vlot. Op die 3 maanden was ik helemaal klaar gestoomd voor de economische secretaresse. En ik weet nog heel goed, ik ging solliciteren. Maar ja, ik woog 130 kilo. En ik was heel bekwaam, vond ik van mezelf. Vind ik nog, maar ja. En ja, aan zelfvertrouwen... Overbekwame, maar ja. Niet. Aan zelfvertrouwen ontbrak het me eigenlijk niet. Want ik kon de anderen er blijkbaar niet voor overtuigen, omdat ik steeds dat harnas van dat gewicht mee moest nemen. En ik weet nog goed, ik ging solliciteren bij Janssen Pharmaceutica. En ik was in de top 3. Maar het is naar iemand anders gegaan. En dat had ook weer met mijn uiterlijk te maken. Dan ben ik nog in een ander bedrijf, ik weet niet meer wat. Dat is echt erg, solliciteren was heel erg, puur op het uiterlijk. Hè. En die was een blondine. Ik denk, ja, fuck, het is hier weer bekeken. En inderdaad, die blondine, die kreeg het. En ik ben die man achteraf nog tegengekomen. Die zei, maar Riet, jij bent bij ons nog komen solliciteren. Ik zeg, I remember. Ja. Ik zeg, I remember ook dat je voor die blondine gekozen hebt. Hij zei, ja, eigenlijk erg, hè. Hij zag het toen wel in, maar ja. Ja, maar op dat moment zelf niet. Dat is echt erg. Maar denk je dat... Maar dat zijn dingen van een leerschool in het leven. Ja, maar dat is toch hard, want je zegt, van, ja, ik heb dan wel zelfvertrouwen, maar dat zijn toch dingen die... Tuurlijk, dat zijn opdoffers, absoluut. Ja. Maar ik vind, je moet je daar een beetje tegen... Mijn vader zei, kindje, leer je wapenen daartegen. Ofwel moet je vermageren, ofwel gaat in een hoekje zitten. Zijn oplossing was heel gemakkelijk. Ik zeg, jij bent een goeie. En ik dacht, ja, in een hoekje zitten? Nee, dat is echt mijn ding niet. En vermageren heb ik heel vaak geprobeerd. Maar elke keer als ik vermagerd was, werd ik achteraf dikker. Dus dacht ik van, nee, dat gaan we echt niet meer zo doen. Maar dan uiteindelijk, ja, heel raar, hè, is dat toch... heb ik dat dan eigenlijk ook aan Mark Dex te danken. Want ik ben daar gaan zingen op zijn vrij podium. Die mensen wisten ook niet wat dat er binnenkwam. Je had mij nog nooit gezien. Die wist niet wie dat ik was. Die had een telefoon of wat? Eerst ja, is het waar? Ja, echt wel. Die belde, hij belde met mij. Zeg maar, Margriet, zegt hem, ik heb gehoord van uw schoonzus, die bevriend was met zijn schoonzus, dat jij wel zingt. Ik zeg, ja, in het score en zo, maar ik kende niks van repertoire en ik was echt bleu. Hij zei, oh, maar je moet bij ons eens een paar liedjes komen zingen op het vrij podium, hè. Ik zeg, oei, ja, en ik weet nog goed wanneer dat was. Dat was op 17 maart 1985. Ik had zo'n liedje of 5 voorbereid. Goed gaan repeteren met dat bandje, want ik denk, ja... Hij vroeg aan mij, hoe ga jij dat doen? Heb jij playback tracks? Ik zeg, wat blief? Ik heb dat woord nog nooit gehoord, ken ik daar niks van. Ik zeg, nee, is er niemand die op een piano speelt of weet ik veel wat? Ah, jawel, zegt hij, we hebben een bandje. Ik zeg, ja, met dat bandje dan. Hè. Dat is goed voor mij. Ja, ik ben met die mannen gaan repeteren. En het was heel druk die 17e maart daar.
En ik had 5 liedjes en ik weet nog heel goed, hij kwam naar mij. Ah, en ik ging naar hem, want die man wist natuurlijk niet wie dat ik was. Ik denk, ga ik even kennis maken? En ik, wow, de Mark Dex. En hij zei, en u bent? Ik zeg, ja, ik ben Margriet Hermans. Oh, jij bent Margriet Hermans. En ik zag je zo verschieten. Ik denk, oh. Maar ja, ik was dat gewend. En hij zei, ja, zeg, het is was dat gewend? Ja, dat ze zo verschoten. Als ik, ja, ja, ja. Hij zegt, daarom ik geloof erg in weerbaarheid, maar daar gaan we het zelfs over hebben. Ik zeg tegen Mark, Mark, ik heb 5 liedjes voorbereid, dat had jij gevraagd, hè. Ja, zegt hij, maar het is hier nogal druk vandaag. 3 liedjes zijn wel goed, en ik denk bij mijn eigen, zeg, hé. Die wou wel afwimpelen. Ja, ik zeg, maar dat ga je niet horen, hè. Maar ik heb mijn 5 liedjes mogen zingen, ik heb ze zelfs 2 keer mogen zingen. Ja, nee, dat was toen een ongelooflijke openbaring voor iedereen, voor mij. Voor u was dat echt... thuiskomen waarschijnlijk. Maar ja, ik vond dat heerlijk, heerlijk. Echt wel. En Mark zei, Margriet, ik engageer jullie voor de zomershow. En dat begon. Allee. En we waren weg. Ja, super, hè. En wat wou je zeggen, Margriet, van die weerbaarheid? Ja, ik lees ik dat nu ook, hè. Een dag tegen pesten en dingen. Pesten, je mocht dat niet zeggen. Je mocht niet meer negen zeggen. Je mocht dat woord niet meer zeggen. Dan zeg ik, mensen, daar heeft het geen bal mee te maken, hè. We moeten onze kinderen weerbaar maken, hè. Het is niet omdat ik een bepaald woord gebruik dat... meid, dat dat de zaken oplost, hè. Je moet eens zien wat je leest op die sociale media. Hoe ze daar mekaars huid vol schelden, dan denk ik, alsjeblieft, nee. Het is belangrijk dat je kinderen weerbaar maakt en dat ze moeten leren met zulke dingen omgaan en dat relativeren. Pas op, dat is niet iets van vandaag op morgen, hè. Dat is iets, dat is een proces van weken en maanden. Maar als ouder zit daar onze taak van ondanks alles achter je kind te staan en zeggen, ja, maar kindje, selecteer. Als zij zoiets van u zeggen, dan zijn dat slechte mensen. Dat zijn geen vrienden. Daar moet je niet mee bevriend zijn. Vrienden of mensen die het goed met je menen, gaan dat niet zeggen. Die gaan dat op een heel andere toon zeggen. Dat zijn mensen die jouw aandacht niet waard zijn. Ik probeer dat ook tegen sommige mensen, jonge mensen te zeggen. En een dag tegen pest, oké. Maar dat is niks gekocht. Dat is maar één dag, hè? Dat is maar één dag. En die pesters, hè, die gaan gewoon verder. Die moeten aanpakken. Maar ja, je zou kunnen zeggen, ja, je gebruikt bijvoorbeeld het N-woord niet meer, omdat je weet dat je mensen daarmee kwetst. Ja, maar dat is toch zever? Dat is toch zever? Ik wil geen mensen kwetsen, hè? Niemand wil dat. Als ik het woord neger gebruik, is dat voor mij een pure... Of het woord dik, zoals nu met Roald Dahl bijvoorbeeld. Ah, dat is toch niet te geloven. Ik bedoel, bij mij hebben ze ook soms dikzak geroepen. Maar diegene die dikzak naar mij riepen, dan dacht ik, dat is krapoel. Want mijn vrienden en vriendinnen roepen niet dikzak naar mij. Die zeggen wel, maar Gruut, je hebt wat bij, hè? Je bent niet alleen zeker. Die maakte daar eigenlijk veel vriendelijker opmerkingen over. Als er iemand naar u roept, schele lotter. Allee, dat doet het toch niet aan mensen dat zoiets roepen. Dat is krapul, dat zoiets roepen. Dat waren de pesters van de tijd. Hè? Mm. Of iemand met flaphoor, Michel Follet, heeft 100 keren gezegd tegen mij. Margriet, zegt hem, op den dure zet ik een mutsje op, gewoon om mijn oren te bedekken. Hij zei, maar ik heb dat opgegeven, ik heb gezegd, voert dat... Ja, dat kwetst toch, hè? Als mensen dat doen. Tuurlijk kwetst dat, maar het is niet omdat je gekwetst bent, dat je u niet leert een beetje eelt op je ziel krijgen. Hè? Ja, maar toch, allee, ik heb dat ook vaak gehad zo in de jaren 90, hè, toen dat jij zo... Ja, toen waren jij zo mega hot. En dat waren zoveel ook moppen over u. Ja, dat je denkt van, wel goed bij. Ja, maar, wat is de beste? Wat is de beste? Ja, dat weet ik niet meer. Maar de beste vond ik nog altijd. Margriet Hermans is bevallen. Je kunt ze bezoeken. Ze richt op kamer 3, 5 en 27. En jij kon daar ook wel bij lachen. Ik kon dan wel lachen, ja. Echt, eigenlijk. Maar gelukkig heb ik nogal een humoristische aard. Dat is natuurlijk wel een stuk gemakkelijker dan wanneer je een dupper bent. Hè. Want dat maakt het allemaal niet zoveel gemakkelijker. Ja, maar je moet er wel je moet het wel over u laten komen, natuurlijk. Ja. Je kan wel zeggen van, kan daarmee om, maar... Ja, weet je waarom? Ik ben eigenlijk in mijn jeugdjaren, hè, nooit gepest geweest. En daarom was ik niet zo'n grote voorstander van gemengd onderwijs. We maken het onze jongere mensen daar niet gemakkelijker mee. Mm. Echt niet, hè. Want ze moeten een lief hebben. En als jij, dus ik bedoel dat met een lief, een vrijer. Maar als jij dan zegt van, ik hoef geen vrijer, dan beschouwen ze je wel als lesbisch of raar. Of dat is geen gewoon... Ik had echt geen behoefte aan een vrijer, hè. Echt niet. Waarde jij ook een laadbloeier en heb je dan je schade ingehaald? Of? Ja, maar ik was een echte laadbloeier. Allemaal bij ons. We zijn allemaal laadbloeiers. Op alle gebieden, hè. Op gebied van puberteit, op gebied van maanstonden. Want ik weet het nog goed, ik was 16 jaar. En ik kwam in de klas, ik zeg, mama,
Ik heb ze. En die bekijken mij zo van, zeg maar Gruutje, na 5 jaar, ik wist niet wat ik hoorde. Toen waren er daarbij die dat in het 5e en het 6e studiejaar al gaan. Wow. Dus je ziet, ik was echt een laatbloeier, maar dat heeft mij geen kwaad gedaan. Ja. Echt niet. Ik genoot van de dingen die ik graag deed. Ik ging graag zwemmen. Maar ik was wel zo, als ik iets deed, moest ik erin uitblinken. Anders deed ik het niet. Ik ben ook in de volley geweest, volleybal. En ik was ook een uitblinker, aanvaller. En als ik geen uitblinker zou geweest zijn, dan deed ik niet mee. Ik moest altijd bij de goeie, bij de top zitten. Ja, anders begon er niet aan. Anders begon ik er niet aan. Ik was heel ambitieus ook. Als ik niet bij de beste was, begon ik er niet aan, want dan kon ik niet scoren en dan hoefde dat niet voor mij. Dan zijn er andere dingen. Raar, hè? Of ja. Misschien ook niet zo raar. Maar. En zou je kunnen stellen dat jouw uiterlijk een voordeel is geweest om een mediacarrière te hebben? Want als je... Als je, ja, zoals ik bijvoorbeeld, blond haar, blauwe ogen. Ik moet zeggen dat ik daar ook al wel wat nadelen van heb ondervonden. Tuurlijk. Van jaloezie en zo. Ja. Maar heb jij ook zo het gevoel van, ja, misschien dat toch wel... Goh, ja, dat is... Iedereen vindt het tof, ja, denk ik. Ja, maar dat toch. Ik heb ooit ook stoute dingen gelezen van mij. Maar het is zo dat... kijk, elke medaille heeft twee kanten, hè. Dus mijn uiterlijk heeft mij jaren... in die zin tegengewerkt. Als ik echt voor iets wilde gaan, dat ik het net niet had. Dat was bij een sollicitatie zo, dat was bij andere dingen zo. Maar langs de andere kant, één keer dat ik daar stond, en met mijn uiterlijk, was dat wel een herkenningspunt. Dan zei ze, ja, die dikste van Hermans, dan wist iedereen dat dat over mij ging. En er waren 100 kleinkinderen bij ons, bij de Hermansen. Hè? Maar ze wisten meteen dat het over mij ging. Heel vaak in Turoot hebben ze gedacht dat ik enig kind was. We waren thuis met 6, omdat ik zo opviel. Dat geld licht wegpakte zo. Ja, ja. Ik viel alleen, zo op. Figuurlijk. Ja, ik snap het, Petra. Maar een mens leert daar dus mee leven. Hè? Ik kon niet ongemerkt iets doen. Want ze hadden het van mij altijd gezien. En in school was dat ook zo. Als er iets fout liep, dan zal die van Hermans wel zijn. Nee, vaak niet. Maar ik was in de buurt en ze zagen mij en de rest zagen ze niet. Dus ik heb daar onbewust, of misschien ook wel bewust, mee leren leven. En op een moment, toen die eerste doorbraak daar was, wist ik, als ik de kans krijg om op tv te komen, en diegenen die kijken gaan mij nooit meer vergeten. En dat was ook zo. Ja. En was, ja, eigenlijk wel een fantastisch moment in mijn leven ook. Dat was zo die kanteling naar, eindelijk kan ik mijn ding doen, zingen, op een podium staan, praten. Ja, ik was ook een conferencier zo, hè. Beetje een pastoor. Nog altijd, hè. Ja, nog steeds. Nog altijd, hè. Ja, ja, ja. Dat is ook zo trick aan uw vinger en er komt een verhaal uit, hè, bij echt u. Wel. Dat is, jij bent toch altijd alleen een verteller, dat zit toch gewoon in u, hè. Ja, absoluut. Ik weet nog hoe in school vroeger moesten we spreekbeurten geven. En dan dacht ik 's morgens, tegen dat ik naar school ging, over wat ga ik het hebben? En dan verzon ik iets. Echt? En dan gingen ze aan mijn lippen. Ik had altijd 10. En dan zei die juffrouw, maar Margriet, is hetgeen wat je nu vertelt waar of niet? Ik zeg, dat is toch niet belangrijk? Ik zeg, het belangrijkste was dat ik dat hier volgebabbeld heb op 10 minuten. Ik had bijna een heel lesuur. En ze zei, eigenlijk heb je gelijk. Ik had altijd heel goede punten op dat gebied, ja. Ik was wel mondig. Dat had ik ook geërfd van mijn vader. Maar uw vader heeft eigenlijk nooit het succes... Nee. Meegemaakt. Helaas. Hij is overleden toen dat eigenlijk allemaal voor jou begon. Hè? Echt wel. Hij is overleden 1 februari 1985. Het was min 17 die dag. Ijskoud. Hij had, ja, zijn aders waren versleten. Die moest eigenlijk overbruggingen hebben, maar zijn longen waren niet goed genoeg om die narcose te hebben. Dus hij wist dat het eigenlijk, ja, bij wijze van spreken terminaal was. En dan is het die 1 februari gebeurd in de ijskou. Hij lag gaarne met zijn neus in de sneeuw. Ja. En dan 17 maart, dus een maand en 17 dagen nadien, ging ik zingen voor de eerste keer bij Mark Dex. Hij heeft dat dus nooit geweten. En ik weet nog dat ik naar mijn moeder ging. Ik zeg, moeder, zou ik je dat wel doen? Ik zeg, dat is allemaal nog zo vers. Hè? Zijn vader die gestorven is. En dat heeft mij toch meer geraakt dan ik ooit had durven vermoeden. Want ik heb met mijn vader heel mijn leven gediscussieerd, maar het was wel een slimme vent. En mijn moeder zei, ach, Margrietje, uw leven gaat verder, hè. Dat van onze vader is gestopt, je weet dat niet. Ga verder. Als jij dat wilt, doen. Als chance dat ze dat gezegd heeft, want ik heb het dus ook dan gedaan, daar gaan zingen. Maar mijn vader heeft dat succes nooit meegemaakt. Misschien zat dat wel op je schouder of zo. Ja, maar dat is raar, Petra. Op een of andere manier, vooral die beginjaren, heb ik gevoeld dat mijn vader
Ja, ik geloof nu wel niet in een leven na de dood en zo, maar toch op een of andere manier, heeft hij zijn geest mij toch verrijkt. Hij is precies voor een stukje in mij komen zitten en gezegd, maar Ruud, ga ervoor, ik geloof erin. Ja, ik heb dat zo toch ervaren, echt wel. Dat was toch wel een, laten we zeggen, een beetje een versterken van de drijfveer in mij. Ja, uw kracht geven. Ja, echt wel. Maar misschien had het anders ook niet gedaan. Wie weet. Dat je dan toch... Misschien had ik het dan inderdaad niet gedaan en is hij in mij gekomen en gezegd van... Toch maar niks te verliezen. Niks te verliezen. Doen. Gewoon doen. Ja, mijn vader was ook een ambitieuze mens. Mijn moeder was zo een heel brave kween eigenlijk. Ook een verstandige vrouw, zo, hè? Maar die remde altijd af. Mijn vader had grootste ambities. Hij was bakker. Voorzitter ook van de Bakkersbond. Hij ging 2 keer naar de vergadering en ze maakten hem al voorzitter. En hij had ook ambities. Hij had ook een grote oven gekocht. Dat was een Hollandse oven, Heinz oven. En dat was zo het begin van ovens op gas. Vroeger werd er altijd gestookt op kolen of weet ik veel, of op hout. En hij had die gasoven besteld. Dat was zo'n oven van 30 meter lang. Ze hebben daar een speciaal gebouw voor gezet. Allee. En Heinz was daar zo fier op. En die zei, die vroegen dan dat ze met groepen mochten komen kijken hoe mijn vader daarmee omging. En op een moment, hij was dan ook mondig, legde dat goed uit. En op een moment vroegen die van Heinz, zeg, wil jij voor ons in Zuid-Afrika zo geen verkoper en modelbakkerij? En mijn vader zei, ik zie je dat wel zitten. Maar mijn moeder natuurlijk niet. En wij waren, ik was al zo blij. Zuid-Afrika, heerlijk, heerlijk, let's go. Ik was ook al heel avontuurlijk. Maar het is mijn moeder die heel het initiatief heeft gefnuikt. Hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. Het is niet gedaan, het is niet doorgegaan. Allee. Nee. En ik denk dat hij daar voor een stukje wel spijt van gehad heeft. Hij zegt, ik verdien goed mijn kost hier en dat gaat allemaal heel goed. Maar dat had hij toch wel graag gedaan. Mijn vader was ook een klein beetje... Die had uitdagingen nodig in zijn leven en die uitdagingen waren er eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Maar dat was zo'n generatie, die waren zo braaf. Die gingen en 6 kinderen hebben is een serieuze verantwoordelijkheid ook. Ja, en nog een bedrijf ook. Allee. En dat bedrijf erbij, ja. En zijn vader, mijn grootvader, had tegen hem gezegd, Jan... Jij moet de zaak in de ogen houden. Jij bent de slimste van de 4. En hij had dat dus echt heel erg ter harte genomen en heeft dat dan ook gedaan. Hè? Mm-hmm. Mai. Ik krijg al goesting voor een frietje. Eentje met mayonaise of met tartaar. Heerlijk. Ja, het is nu nog niet open, hè, op het moment dat we het opnemen. Eigenlijk zou ik mijn uren daar ook zo wat moeten naar zetten. Ja. Hè? Maar ja, dat is geen... Volgende keer gaan we het in de frituur zelf doen. Ja, over frituur gesproken... Jij hebt ook nog gewaagd aan een andere frituur. En dat was die van de politiek. Dat is echt een oven, ja. Een oven, ja. Nee, dat was in... eigenlijk op het moment dat je carrière in volle gang is, zeg je van... Je bent ook bezig met een show, Vrouwen van 50. Ja, klopt. Maar wat was op dat moment een klein beetje mijn dilemma? Ook als jonge vrouw had ik zoal iets van... Ik wil mij engageren in de maatschappij. Ik wilde zelf een politiek en ik vroeg aan mijn leraar hoe moet je dat doen, maar die dacht dat ik vroeg hoe moet je zelf een politieke partij oprichten. Dan moest ik bij ministers handtekeningen gaan vragen en daar, ik zeg dat wil ik echt niet doen. Ik dacht, dat is niks voor mij. Ik denk, is dat zo moeilijk om naar de politiek te gaan? Maar die had dat verkeerd begrepen. Ik had gewoon naar een partij moeten gaan en zeggen, zeg mannen, ik ben wel geïnteresseerd, maar ja. Als je daar niet in geboren bent. Voilà. Dat is echt wel zo, maar dat is bij veel zo. Mm-hmm. Enfin, in ieder geval, na jaren en jaren, tv viel weg. TV was geen concrete afspraken meer. En ik was eigenlijk, ik had het zo wat bekeken. Ik had meer behoefte nog aan een beetje geestelijke voeding. En door tv had ik daar altijd een compensatie, want ik kon interessante mensen vragen in het programma, leuke babbels doen, toffe ideeën opscharen en zo. Maar dat viel dan weg en ik denk, wat ga ik nu doen? Alleen nog liedjes zingen? En er was niemand die mij zo zei van, Marietje, we gaan dat zo en zo en zo doen. Ik denk, nee, ik wil terug wat meer zingeving geven aan mijn leven. En ik dacht, misschien is het nu wel de moment om iets politiek mee te engageren. En toen begon Bert Ancioot met zijn nieuwe
beweging eigenlijk, ja. Idee 21. Ja. Want ik dacht, ja, die traditionele partijen, ik zag er eigenlijk geen enkele waar dat ik in paste. Want als ik ging stemmen, had ik al zoveel gezapt, dat kun je niet geloven. Is het waar? Ja, ja, ik had zowel bijna wat alles gestemd. Alles gekleurd al. Ja, behalve het Blok natuurlijk, maar dat bestond toen nog niet zo. En eigenlijk op de Groen heb ik ook nooit gestemd, want dat heette toen bij ons... iets voor de mens, stad voor de mens, die zijn zo begonnen. Jos eerst was dat Agalef, hè? Ja, ja. En stad voor de mens bij ons Turnhout, het was een beetje de voorloper, met Jos Gijzen. En Gijsels, Jos Gijsels. Ja. Die zijn dan ook gegaan bij Agalef, inderdaad, Anders Gaan Leven. Ik dacht nu, nee, ik wil Anders Gaan Leven, maar... Niet zo. Nee, niet zo. Nee. Enfin, ik wist niet goed bij wat partij. Een partij, wou ik niet. En ik vond dat idee in 20 eigenlijk wel een leuk initiatief van een paar mensen. In die zin dat dat een beweging was. Dat was niet direct van, je moet die kleur dragen en je moet dat. En zo verstikt in die oude partijfilosofieën en partijen. Het woord ontglipt me, ja. Ik dacht, nee, dat is niks voor mij. Maar dan ben ik bij idee 21 gegaan. Dat was wel iets voor mij, vond ik. En ik werd dan verkozen. En toen zat ik in de fractie van de toen nog Volksunie. Wij zaten samen eigenlijk, want... ja, dat was Idee 21 is... Dat was daar een stukje... Allee, een dat stukje was dan, eigenlijk een dochterinitiatief van N-VA. Later, ja, hè, want van toen Volksunie, maar die zijn dan 3-4 jaar later uit elkaar gevallen. Ja, dat waren ook allemaal heel bekwame en ambitieuze mensen, maar met ook verschillende benaderingen. Sommigen zaten daar echt om Belgen op te splitsen. Ja, dat was niet echt mijn ambitie. Anderen zaten daar om te zeggen, je moet veel kindertjes kopen, want onze economie gaat stilvallen. Nog niet aan gedacht. Dat is ook niet echt je ding. Was. Dat was ook mijn ding niet. Ik zeg het nee, echt niet. En zo, allee, daar zaten de meesten uiteenlopen. En dan waren er ook de heel sociale, zoals Nelly Maas en diegenen die zich engageerden voor het homohuwelijk, voor de minderheden. En dat lokte mij wel aan. Maar we hadden dus echt, dat was een amalgaam van ongelooflijk veel ideeën. Dus dat moest ooit eens barsten. Dat ging niet anders. Mm. En ja, ik zat daar dan ook, ja, we hadden geen idee in de 20 meer. Ik dacht, wat ga ik doen? En dan dacht ik, ja, liberaal, dat is toch echt wel hetgeen waar ik voor sta. Ik vind vrijheid binnen engagement heel belangrijk. En je krijgt er ook een schoon pensioen. En, ja, inderdaad. Ja, ja, maar bij de N-VA ook, wat dat een blijf van de N-VA, ja, inderdaad. Maar ja, dan heb ik dat toch wel een paar jaar volgehouden, 12 jaar denk ik. Maar toen kregen die traditionele partijen allemaal al kletsen. Allemaal gingen ze achteruit. Er was er maar ene die niet meer achteruit ging en dat was toen de N-VA. Ja. Ook mede, G. Bourgeois heeft dat opgestart. Maar dan is er Bart De Wever gekomen, die natuurlijk een ongelooflijke prater is. Die is strategisch heel slim. En daar heb ik wel bewondering voor, maar het was ook niet mijn grote politieke held, eigenlijk. En ik wist niet goed wat ik moest doen. Ik denk, ja, ik ga maar mee naar de VLD. Want ze hadden zich toen open gemaakt. Ja, open VLD. VLD. Ik heb daar niet veel van gezien, maar allee. En er zijn daar ook een paar dingen beslist waar ik toen op dat moment echt tegen was. Maar ja, als je daar alleen zit in de strijd, is het heel moeilijk. En hadden dan het gevoel ook, als je daarin terecht kwam van... Bijvoorbeeld, ja, Reagan was ook een acteur die in de politiek is gegaan. Zelensky eigenlijk ook. Absoluut. Bij Zelensky zeer succesvol. Maar heb je toch altijd het gevoel gehad van, ja, ze zien mij toch altijd een beetje als die BV. Ja, absoluut. Ze hebben er ook een beetje daarvan geprofiteerd, natuurlijk, qua stemmen. Hè. En dat vond ik zo erg. Niet altijd, hè, want soms gebeurde het ook wel dat ze luisterden. Maar dan dacht ik, moest zo hard werken om te bewijzen, want ze zaten constant met de camera's op mij. Bij anderen deden ze dat niet. Nu, ik vond dat niet zo erg, want ik deed dat wel graag. Maar dan denk ik, allee, potverdorie, als die lijsten moesten samengesteld worden, we gingen naar de provinciale kieskring. Ik denk, dat is de dood van de Kempen. En ik heb gelijk gehad. Dus ik was daar ook tegen, maar ik moest zwijgen. Ik moest met de partij meestemmen. Ik moest, kernenergie gingen ze afbouwen. Ik zeg, je kunt dat niet afbouwen voordat je alternatieven hebt. Mm-hmm. En dan zei ze, ja, we moeten, als je het afbouwt, moeten ze alternatieven hebben. Ik dacht, nee, mensen, zo werkt dat niet. Hè. En ik weet nog
goed dat de Quickie tegen mij zei, maar Ruud, zwijgen, die kernenergie, dat moet weg. Ik zeg, ja, maar ik zit ook niet te wachten. Ja, op kernenergie, hè. Maar nu houden ze hun kak wel in, hè, want nu moeten ze het wel terug open houden. Ik dacht toen, allee, ik woonde wel in een gebied waar kernenergie was, in Mol, hè. Wij woonden daar en wij wisten hoe hard die mensen daaraan werkten. We zijn dat verschillende keren gaan bezoeken en we weten ook dat zij wel beseften wat de gevaren waren, maar ze probeerden die allemaal zo minimaal mogelijk te maken. En natuurlijk als er morgen iemand een zot een bom gooit of zoiets, ja, dat is een ramp. Dat hebben we gezien. Of een aardbeving of een tsunami. Dat hebben we gezien. Dat is een ramp. Maar als morgen iemand een bommetje zet op de aardolie, is het ook gedaan. En ik bedoel, we moeten daar allemaal in wikken en wegen. Ja, dat zijn keuzes, hè? Dat zijn keuzes. En zo is dat nu ook, hè. Heel die dreigementen vanuit Rusland. Daar zitten we allemaal met een ei, hè. Ik heb dat al eens meegemaakt, hè. Eind jaren 60 was dat ook, hè. Toen was dat het eind van de Koude Oorlog, zo gezegd. Maar toen was ik echt bang, hè. Ik dacht, als die morgen een zot op dat rode knop gedrukt. Eigenlijk die Johnson, weet ik veel wat. Of toen, Khrushchev was dat toen. Ik denk, als die op die rode knop drukt, dan is het gedaan, hè. Dan is het echt wel gedaan met ons, hè. Ja. Ja, dus die politiek, dat is dan alleen voor u. Ja, je kunt daar niet echt je eigen in zijn dan. Nee. Je zit altijd volgens die lijnen van die partij, waar je moet dan tegemoet komen. Ja, want een paar keer aan het begin had ik dat niet door. En dan zei ik direct van, oh mannen, nee, dat kunnen we niet doen. Ik ben daar niet mee akkoord. Dan zei ze, jongen, ja, uw partij zegt van wel. Dan zeg ik, jongen, hallo, ik zit wel in die commissie. Voor wat komen die dat dan tegen mij niet zeggen? Mm-hmm. Hè? We hadden wel elke week ook partijvergadering, maar daar kwamen meestal dingen aan bod die mijn commissies niet waren, dus wist ik dat niet. Of ik kon daar niks mee doen en dan vroeg ik dat soms en dan kwam daar zo'n antwoord. Het ging bijvoorbeeld over het anonieme donorschap. Ja? Wat nu nog altijd een heel punt is. Hè? Ja. Ik zei toen, mannen, dan, je moet het ofwel afschaffen ofwel de mogelijkheid laten dat er, mits het kennen van de identiteit, onder heel strikte privacyregels. Kinderen hebben recht, vind ik, om te weten wie hun ouders zijn. Al zijn dat adoptiekinderen, al zijn dat kunstmatig verwekte kinderen, dat maakt niet uit. Die hebben recht om te weten, zonder emotie, hè, dat hoeft daarom geen emotionele zaak te zijn, maar die hebben wel recht om te weten, waar kom ik van? Dat is zo belangrijk voor een mens, en voor sommige mensen meer dan voor anderen, van, waar kom ik van? Wat is mijn identiteit? Wat is mijn identiteit? En ik bedoel, ik zie dat mensen bijvoorbeeld na de oorlog, na de Tweede Oorlog, waren er heel veel jonge mensen. Ik heb daar een reeks van gezien op tv. En dat heeft mij zo beïnvloed. Jonge mensen die op hun 40ste nog gingen zoeken naar die piloot die toen met hun moeder het gedaan heeft. Mm-hmm. En die moeder is dan getrouwd met een andere, maar zij was geen kind van die vader. En ze zei ook, die zeiden allemaal van, die hoeft mij niet te knuffelen en in zijn armen te pakken, maar ik wil die niet zien. Het weten. Ik wil weten wie dat is. Ja. Wat genen dat ik in mij heb. En ik begreep dat zo goed. Ik begreep dat echt zo goed. En ik dacht, daar moet je maar je hebt dat wel op die manier gedaan met Céline dan. Ja, ja, absoluut. Dat zij weet dat is niet gemakkelijk, hè. Dat is geen gemakkelijke keuze, hè. Want je moet een vader vinden die dat wil doen, maar die zijn er wel, hè. Ja. Als je dat respecteert. En toen weet ik nog heel goed dat Karel de Gucht zei, en dat kan hier niet, dat is geen agendapunt voor ons. Je moet dat anoniem laten, want anders vind je geen donors meer. Ik dacht bij mezelf, wat zit jij nu toch bezig? Je leeft niet alleen in Vlaanderen, hè? Je kunt ook in het buitenland. Pardon. Is Spanje gaan. Voilà. In ieder geval, ik merkte dat die met zulke conservatieve ideeën daarover zaten. Dan dacht ik, ja, nee, die denken gelijk het Vaticaan. Hè. Dat is jezelf, dat is gewoon hypocrisie. Hè. Het Vaticaan zegt ook tegen hun priesters, wat dat je doet, interesseert ons eigenlijk niet als je maar geen kinderen hebt, want wij willen geen alimentatie betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè. Zo is ook het celibaat ontstaan. Hè. Al de zever daar rond van spontaan engagement voor de maatschappij, dat gaat niet met vrouwen en kinderen, dat gaat wel. Maar het Vaticaan weigerde om geld af te geven voor die kinderen. Daar ging het over. Ja. En ben je daar dan, heb je zelf het gevoel dat je dan iets hebt kunnen veranderen in die periode dat je dat gedaan hebt? Een paar dingen heb ik wel veranderd. Of heb ik toch mee kunnen initiatieven kunnen doen. Onder andere veel over taxshelter, waar ik toch veel rond gedaan heb. Er zijn er meer dan dat ik soms besef, maar ik weet dat allemaal niet meer van buiten. Onder andere ook het recht om bijvoorbeeld met huisdieren binnen te gaan in een rust- en verzorgingsoord.
dat kinderen bijvoorbeeld zeggen, Fifieke, we gaan eens naar oma en Fifieke mag mee. Vroeger was dat, oh, geen beesten. Ja. Terwijl iedereen weet dat voor die mensen een dier zoveel kan doen. Soms meer dan een medicatie. Ze hebben nu zelfs zo van die robotjes soms, hè? In rusthuizen, ja, met zo'n poosjes. Of... Het initiatief van Samson daar, Villa Samson, dat is een initiatief in het ziekenhuis in Brussel, waar... naast het ziekenhuis een klein gebouw is waar 3 poezen zijn. Mm-hmm. En nu gaan ze een tweede hondje nemen. Ook een van de Peters daarvan is de man die vroeger in Samson zat. Danny Verbist. Ah, letterlijk. Ja, de hand. Hè. De hand van Samson. Danny Verbist is daarmee initiatiefnemer van. En ik moet zeggen, dat is leuk, hè. Die mensen gaan met de rolstoel naar dat huis. Die praten, die krijgen die poes op hun schoot. Die kunnen of het mijn hondje knuffelen. En dat geeft zalig. Die mensen voelen nog eens warmte, nog eens liefde, nog eens een knuffelmoment. En je ziet dat die daarvan herleven. Dan denk ik, kom aan, dat moet toch wel mogelijk zijn. Ja, en dat is u gelukt dan. En dat is ook gelukt, ja. Het was alleen natuurlijk op sommige RVT's of andere verzorgingsinstellingen. Namen ze dan zelf een poes of een hondje. Maar wat gebeurde er dan? Op dat moment waren die poezen en die honden zo dik. Want die mensen gaven die allemaal maar eten en koekjes. En dan hebben ze moeten zeggen, mensen, niet doen. Stop. Stop daarmee. En ben je daar dan eigenlijk gefrustreerd mee gestopt met die politiek? Of ik ben daar alleen maar van gefrustreerd. Omdat ik op de lijst met die in kieskring Antwerpen moest ik natuurlijk van de Kempen zijnde zakken. En op de duur stond ik nog op de 4e plaats in een Antwerpse kieskring waar de VLD kletsen kreeg tot en met. Dus ik wist al zo, er gaan maar 3 verkozen zijn, maximaal. En misschien maar 2. Hè? Ja. En ik heb dan mijn plaats moeten geven aan een nieuwkomer op de lijst. Die waarschijnlijk blond was en knap, en dat was ook zo. Dat is ondertussen, ze was nog geen 14 dagen verkozen en ze ging al naar een andere lijst. Dus, en daar heb ik mijn plaats voor moeten afstaan. En dacht ik, ja jongens, kijk, als jullie niet meer respect hebben voor hetgeen wat ik heb gedaan, dan kunnen een boom in, ik doe niks meer. Ik heb zelfs geen campagne meer gevoerd. Want ik wist dat ik op die plaats compleet onverkiesbaar was. Ja, ja. Dus ja, maar je hebt het dan toch een periode gedaan. Zou je dat nog opnieuw doen ook? Stel dat ze morgen bellen. Moeilijke vragen. Ik zal niet mogen van mijn echtgenoot, denk je, van Osserien. Die gaan zeggen, mama, doe je dat toch weer niet aan? Omdat ik op dit moment aan het pleiten ben, Petra, voor de minister van senioren. Mm. Want er loopt voor de 65-plusser en zelfs de 60-plusser loopt er zoveel fout. Maar wij hebben geen spreekbuis, er is geen minister, er is geen beleidsplan, er is niks. Ik zeg altijd, alle andere bevolkingsgroepen hebben een minister. He? Mm. Zelfs de minister van Gelijke Kansen voor de Hollybies. Dat woord mogen ze niet meer gebruiken, maar die LBGTQ, dat vind ik veel te moeilijk. Er is zelfs een minister van Dierenwelzijn. Terecht, he? Allemaal nodig. Maar dan denk ik, en waar zitten die gepensioneerden die geen geld meer kunnen aanhalen? CD&V zet daar nu wel op in, hè? Ja, maar ze zijn te laat, hè? Ja. En hoe gaan ze daarop inzetten? Maar ze hebben, ik ben Ruud blij. Bellen, hè, Margriet? Ja, ik ben blij dat de media wakker geschoten is, hè? Ja. Maar ik ga ook niet meer naar echte grote... Nee, maar stel dat ze dan nu zouden vragen van, je mocht dat gaan doen, zou je dat dan... Ah, maar ik zou direct op het kabinet gaan meewerken. Ja. Maar zelf minister zijn, no way. Ja. Maar als ze mij morgen vragen op het kabinet, Margriet, wil je dan mee een beetje coördineren? Ik zou dat doen, ja. En wat zou je dan zeggen van, dat wil ik veranderen? Ik zou op zijn minst eens gaan praten met alle senioren, hè. En eens gaan horen, hoe toegankelijk zijn de banken nog? He? Hoe toegankelijk zijn die overheidspapieren nog? Ik moet belasting betalen voor mijn auto, verkeersbelasting. Ik heb nu al 3 weken ben ik aan het zoeken. Hoe moet ik dat doen? Dat is toch niet normaal? Want ze sturen dat niet meer met de post. Dan zeg ik ze, ja, je moet iets openen, uw e-box. Ik zeg, wat is een e-box? En dan kreeg ik vorige week een brief voor Dokkel. Ik zeg, jullie verzinnen elke week iets anders, zogezegd om de privacy te bewaren. Ik zeg, stuur mij nu toch eens gewoon een formulier. Wat is dat nu? Ja, ik durf die e-box ook niet open doen, omdat ik dan denk dat dat spam is. Ja, ik weet niet dat je misschien gehackt wordt. Ja, je weet dat nooit. Maar dat is tegenwoordig. Ja. Je krijgt dat. Zij doen mijn e-box. Je weet van toen erop hadden. Had ze op zijn minst een brief moeten sturen naar iedereen die met een auto rijdt. Jongens, we gaan het nu zo doen. En dat is de procedure die je moet doen. Mm-hmm. Maar nee, ik rijd vorig jaar dus met mijn auto op straat. Ik word tegengehouden met de politie. Ik moet een boete betalen en de verkeersbelasting. Want ik ben niet in orde. Ik zeg, jullie zijn schoon mannen. Ik zeg, ik weet van niks. Godverdorie. En nu wil ik dat eigenlijk vermijden, want nu ben ik weer niet in orde. Ik ben weer niet in orde, maar ja. Tussen dit en maar je laat u wel rijden, dus dat is al gemakkelijk. Nee, ik rij zelf. Ah, je rijdt zelf. Ja, maar tussen dit en een paar dagen...
Ik heb nu een link gekregen van hen. Ik heb gebeld naar de verkeersbelasting in Aalst. Ik zeg, mensen, waar zijn jullie mee bezig, alsjeblieft? Allee, als senior, het is niet gemakkelijk, hè. Alles komt wel. Mensen die echt niet met de computer mee zijn, dat is toch wel een ramp, hè. Dan zeg je, ja, maar je vindt dat wel in een app. Ja, maar ik ken nog altijd een hoop mensen die niet weten wat een app is, hè. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Oh, de banken ook. Ze doen alles dicht en ze pakken dan één plek waar je nog geld kunt gaan halen en gaan storten. Dan denk ik, veilig, hè. Geweldig, hè. Dan staat er een file van 20 man. Als ze op een kop slagen, ze doen geld. Met wel oude mensen. Ja. Ze trekken een sakosje uit hun hand, het is gebeurd. Hè? Allee, dan denk ik, jongens, waar zijn we nu mee bezig? Dat heeft daar niks niet meer mee te maken. Hè? Dus je voelt wel nog het vuur om wel iets te doen. Ja, hè? Peter. Hè? Ik voel het toch. Ja, zo, ik voel het zo branden, dat vuur. Het vlammetje heeft niet veel gas nodig. Nee, je hebt echt zo'n ontsteking. Hè? Dus even op, briquet ja, tegen en je zegt van ja. Echt wel, het vlammetje is nog altijd aan. Hè? Tenminste gaat die gaskraan al terug open. Hè? Maar het ding is ook, denk ik wel, als je van die politiek hebt geproefd, dat blijft dat in is wel leven. Een boeiende plek. Absoluut. Omdat dat is natuurlijk de ader van alles. Hè? Absoluut. En de mensen beseffen dat niet genoeg hoe belangrijk dat is. En daarom ben ik er wel voorstander van om op dit moment even de kiesplicht af te schaffen. En bekijk het dan maar. Herevalueren. Dat is nog zoiets in de politiek. Ze doen iets en dat wordt niet geëvalueerd. Of dat nu goed of slecht is. Ze doen het maar. Dan zeg ik nee. Bijvoorbeeld, doe een poging. Probeer het. En dan pas mogen we er wet van maken. Allee, onze mobiliteit die loopt scheef langs alle kanten. Het is gewoon verschrikkelijk. Allee, als ik in Nederland rijd met een auto, dan zie ik in het midden van de... Dat is maar een loze voorbeeld, mm-hmm. Petra. In de middenstrook... Dat mag hier. In de middenstrook zie je dan staan volgende uitrit. 1 kilometer, 2, weet ik veel wat. Bij ons staat dat niet in het midden, hè. Bij ons staat dat rechts. En als je dan juist met een kolonne vrachtwagen zit, ja, dan zie je dat niet staan. Dan heb je een afrit gemist. Ah, voilà. Dan zie je dat niet. En dan kun je er nog niet meer af. Dan denk ik, waar zijn we nu toch mee bezig? Zet dat ook eens aan de linkerkant op tijd, hè, dat je naar rechts kunt. Overal is dat zo, in Duitsland, in Nederland. Het is toch niet dat we het vuur terug of het water opnieuw moeten uitvinden. Ik heb daar nog nooit op gelet, maar ja, dat is inderdaad waar. Maar het voordeel is, als je achter een camion rijdt en je rijdt wat te snel en de flitser staat daar... Dan hebben ze niet gepakt. Ja, die flitser staat wel in het midden. Hè. Ze hebben eerst maar gerust. Die staat soms wel in het midden. Daar zijn ze slim genoeg voor. Op de zijkant soms aan een verkeerslicht heb je dat soms. Hè. Ah, ook, je denkt ja, wel, als ja. Ik nu even bijgeef, ja. Kunnen ze mij niet pakken. Ah, ja, dat klopt. Dat plakt er zo, dat hangt er zo wat aan. Hè. Dat is ook zo de Vlaamse regeling. Maar dat is nog zoiets. Hè. Dan zeggen ze, dat doen we voor de verkeersveiligheid. Dat is bullshit. Dat doen ze omdat hun verkeersinfrastructuur niet klopt. Hè. Dat is de reden, hè. Maar er is geen geld om dat te doen. Maar zeg dat dan gewoon. Ja. We hebben werk, maar we hebben op dit moment het geld niet. Gelijk al die vakbonden die maar staken voor dit en dat. Dan denk ik, jongens, oké, je hebt gelijk. Dat is zo allemaal in orde moeten zijn. Maar ons staatsgas is op dit moment echt wel geplunderd. Hè? Mm-hmm. Dan denk ik, denk eens na voordat je zoiets doet. Nu gaat die NMBS weer staken. Ja, maar dat gaat er echt niet op verbeteren. Hè? De mensen geraken zo gefrustreerd als wat. En word jij kritischer met de jaren, of ben je dat eigenlijk altijd geweest? Ik ben dat altijd geweest. Want ik weet dat kun je daar echt in opboeien, hè? Ja, maar ik weet nog goed, in de klas ook had ik dat ook, hè. En dan zei ze, ja, maar Margriet, dat is zo eerst, hè. Ze heeft weer kritiek. Maar dan dacht ik, ja, maar je moet dat toch allemaal zomaar niet slikken. Wat is dat hier toch? Nee, ik was... En dan zei mijn vader soms, oh, kindje, zwijg nu toch nog eens een jaar of twee. Dan zijn ze van school vanaf. Maar je hebt ook je hart op je tong, dat gaat niet, hè? Kan dat niet. Ik heb dat ook, ik ben ook altijd eerlijk. Ah, echt? Dat je zo... Peter, ja. En ja. Dan zijn ze altijd de dupe van achteraf, hè? Ja, maar je hebt wel de rechtvaardigheid. Absoluut. Allee, dat is dat gevoel, denk ik. Ik weet nog goed, als ze bij ons in de klas kinderen gepest, of meisjes of anderen gepest werden, of in de zwemclub, dan was ik de eerste om te zeggen, jongens, hou eens je poten thuis, doe eens gewoon. En dan zeiden ze, waar moedig jij je mee? Ik kon dat niet laten. Of als er leerkrachten waren die het altijd een pik hadden op iemand, mm-hmm. Want dat was soms, hè. Dan ging ik naar die leerkracht en zei ik, hou nu eens op. Je maakt die mens kapot, hè, met de manier waarop jij dat hier aan het doen bent. Dan zeg je, waar moet jij je mee? Ga buiten staan. Ze kan me niet schelen als jij je maar aanpast. Allee, joh. Ja, dat werkte wel niet, hè. Is dat ook iets wat je Celine ook altijd hebt geleerd? Ja. Is zij ook zo? Ja, ja. En die heeft dat ook. Ik heb ook altijd gezegd, Celine, het is niet omdat iemand scheel kijkt, dat je die scheel moet bekijken. En ik moet zeggen, zij heeft dat ook. Zij zegt ook, ik laat me niet meer leiden door uiterlijk van iemand. Mm-hmm. Ik probeer, het zit van binnen. Uh-huh. Zo is het ook. En ze doet dat ook wel. Want ze is ook zelf een paar jaar tamelijk dik geweest. En ze heeft daar ook heel veel van afgezien. Dat ik zei, Celine, kom aan, dat verandert allemaal nog wel. En dit en dat. Maar
Dus ik denk dat ze daar nu bijna over is. Ja. Als je 30 bent, dan verandert het leven wel. Hè? Ja. Ja, maar ja, toch. Ja, als je zwaar bent en ja. mensen bekijken erop. Jij kunt er wel goed mee om, maar... Ja, maar mensen bekijken... Als je niet zwaar bent, bekijken ze ook ze. Dat is waar. Maar iets anders. Mensen zoeken... Als je zwak opstelt, vinden mensen altijd iets om tegen je schenen te stampen. Je moet doen alsof je dat niet kan schenen. Of speel de comedie. Ja. En hoe wapent jij... Want Céline, die... zit ook in de media. Ja. Hoe wapent jij haar tegen die wereld? Ja, ik doe dat niet. Want dat heeft geen zin. Ze gaat dat zelf wel ondervinden. En ik denk dat ze slim genoeg is om dat... ik zeg, Céline... En soms zegt ze, mama, wat heb je nu weer gezegd? Dat explodeert die van reacties. Ik zeg, kindje, niet lezen. Niet lezen. Want diegenen die daarmee akkoord zijn, die reageren niet. Hè? Mm-hmm. Het is maar een minderheid. 200 reacties in heel Vlaanderen. Dat vind ik niks, hè. Ik lees dat niet. Ze kinderen laat u daar toch niet erop. Maar zij leest dat dan. En dan zeg ik, stop daarmee. Doe dat niet. Lees alleen de goede dingen. De positieve dingen. Leuke dingen die ze meedelen, dat wil ik lezen. Maar dat gezanik en dat gezeur en dat verzuring, nee, dat doe ik echt niet aan mee. Maar ja, we moeten daar ook wel... Allee, de media, zoals we daarnet zeiden, is wel een harde wereld. Maar zij veroorzaken het, hè. Maar hoe wapent je dochter? Want hè, zij stapt een beetje zo in uw voetsporen. Jullie runnen allebei zo'n beetje die frituur van de showbiz bij u thuis. Ja, ja, maar dat is toch zo? Ja. En op een dag ga je die zaak ook aan haar misschien moeten overlaten? Ja, maar zij doet nu eigenlijk al bijna alles. Want zij boekt ook mij, ze maakt de aanspraken, want ik heb daar allemaal nog geen tijd mee voor. En ik ben daar ook niet zo snel in als zij. Maar echt wapenen kan je niet, hè. Het is haar ervaring nu dat ze voelt van inderdaad... Ik moet dat een klein beetje loslaten, zulke dingen. En ze gaat dat nog wel loslaten. En dat begint nu ook al. Mm-hmm. En ik zeg, Céline, je mocht u zo niet laten doen, hè. Ik zeg, ik woon in een democratisch land. Ik mag ik toch zeggen waar dat ik voel en denk. Ik zeg, en jij gaat mij daar ook niet van herinneren. Want soms zegt ze, mama, je mocht dat niet zeggen. Ik zeg, ik mag alles zeggen. Ik zeg, de consequenties zijn voor mij. Ja, maar ben ik er ook nog? Ik zeg, ja, maar jij bent ik niet, hè, en ik ben jij niet. Hè. We lijken wel veel op elkaar, maar wij zijn niet identiek. Hè. Jij bent een individu en ik ben een individu. En wij eisen onze leefspace op, of hoe heet zoiets, onze leefruimte op binnen die maatschappij. Als je dat niet doet, dan worden ze verpletterd. Hè. Mm-hmm. Dan moet je in Spanje gaan wonen, anoniem. Hè. En ja, Margriet, jullie gaan ook samen een theater show maken. Ja. Je gaat ook op cruise met Céline. Ja, heerlijk. Oh, daar ben ik nu zo op uit. Ja, inderdaad, we gaan op cruise in september. De mensen vinden dat ook op onze website. Hè? Mm-hmm. We houden het een beetje bescheiden, omdat we vinden... Heel vaak vragen mensen ons, zeg, wanneer gaan we samen eten? Maar ja, je begrijpt, Petra, ik heb... Ja, met vrienden op cruise, of wat bedoelde? Nou, ja, niet met vrienden, nee, gewoon mensen. En die zeggen, Margriet, we zouden graag met jou gaan eten, of met Céline. Maar dat gaat niet, ik kan niet met half Vlaanderen gaan eten. En dan denk ik van, eigenlijk, zo'n cruise is wel eens een manier om elke avond of middag met andere mensen aan tafel te zitten en een beetje te kaarten. Ik bedoel, pratend kaarten. Dus ik zeg tegen Céline, we gaan dat eens doen. We gaan eens kijken wat het geeft. En als mensen nu zin hebben om met ons aan tafel te zitten, ah wel, dat is de moment. In september gaan we op cruise. Dan moeten ze zich inschrijven voor de cruise. Ja. Middellandse Zee is het. Middellandse Zee. Ja, ik heb het gezien. Het zag er tof uit. Ja, ik had liever naar het noorden gegaan, maar ja. Zijn liever zo in de kou? Alleen het kouder? Ja, maar in september valt dat nog wel mee. Ja. Dat valt echt wel mee. Ik had graag die Oostzee en zo eens gezien. Dat is zo'n beetje onbekend terrein voor ons. Maar die mensen van de reisbureau zeiden, laat ons beginnen bij de Middellandse Zee. We zullen wel zien wat het geeft. Ja, dat is wel spannend. Dat is wel leuk. Ik vind het ook. Het is een uitdaging. Ja. En ja, we gaan er ook van genieten. Hè. Ja. Zo eenvoudig. Dat is het gemakkelijker op een cruise. Hè. Je komt binnen in je kajuit. Hoe dat die erop uitziet. Ik heb het nooit gedaan. Oh, zalig. Echt? Je hangt je bagage in die kajuit, die hangt daar een week. Je moet niks inpakken, niks wegdoen. Alles wordt van tevoren gedaan. Super hotelservice. Eden is er altijd. Leuke uitstappen. Heb je dus geen zin om die uitstappen te doen, dan blijf je gewoon aan boord. Er is altijd een keuken, er is altijd eten. Je kunt een zwempje doen in het zwembad. Of je kunt gewoon eens in de bar doorzakken. Of wat je zo gezellig babbelen. Oh, ik vind het zalig. Doe je dat ook af en toe? Zelf, ja, cruise? Ja, ja, ik ben ook echt een cruise-fanaat. Ah, echt? Ja. We zijn ook al veel plaatsen geweest. Nu is mijn grote droom nog naar Australië te gaan. Per cruise, ja. Van in Europa naar Australië? Nee. Dat is een vertrekte vanuit Sydney. Ah. Dus je gaat eerst naar Singapore vliegen. Mm-hmm. En dan kun je daar in Bangkok of weet ik veel wat, de boot nemen. En die doet heel de tour zo. Ah, ja, ik zou je dat wel graag doen.
Maar mijn echtgenoot, en dat begrijp ik ook, die zegt, ja, maar zeg, zo'n lange vlucht. Ik zeg, ja, maar je moet dat een beetje... Lang, hè? Dat is verschrikkelijk. Australië is verschrikkelijk ver. Ik zeg, ja, maar je moet daar rustig de tijd voor nemen. En het voordeel van een cruise ook, hè, dat is... Je slaapt en je zit in de volgende haven en je gaat daar eens kijken. Hè. Mm-hmm. Je moet geen trein nemen, je moet je valies niet pakken, geen bus in. Het is allemaal geregeld. Ik vind het geweldig. Ja, Jan Verheij doet dat ook. Hè. Die ja, doet die ook, is ook zo'n soort van cruises. Ja. Ja. Ja, we hebben zo schrik dat we dan niet van dat schip kunnen. Waarom niet? Ja, Herman heeft zo het gevoel van, dan kan ik daar zo precies niet af. En, oh, maar ik denk dat we dat eigenlijk zo dat gewoon eens moeten proberen. Je moet dat gewoon doen, want die stoppen. Er is maar één dag en dan staat er één dag volle zee. Maar dan krijg je een hoop mogelijkheden ter informatie van wat gaan we wel doen. En er is zoveel, er gebeurt zoveel. Ze doen van alles om je te entertainen. Met de kampioenen hebben ze ooit, maar ik was toen zwanger van Roos, zijn ze ooit met de Freedom of the Seas, zo'n heel groot schip, van Engeland naar New York gevaren. Oh. En dan hebben ze op dat schip... Ja, dat is geen boot, dat is een schip. Hè. Ja, hebben ze daar ook een aflevering opgenomen van de kampioenen. Ah, ja. Dat was met Nicole en Hugo aan boord. Dat was echt super tof. Ja, dat wel, maar dat moet is animatie. Want dat is maar dat juist... was niks, dat schip was leeg, hè. Enkel personeel. Ah, dus enkel kampioenen en personeel. Dat was echt... Ja, dat is wel super. Uniek, want hè? Eigenlijk is dat de meest boring cruise die je kunt doen, hè. Mm-hmm. Van Engeland naar New York. Want dat is vier dagen je kunt er niet af, hè? Je ziet niks. Je ziet echt niks. Maar als je zo bestemmingen neemt, je vliegt eerst. Wij hebben Alaska gedaan... Oh, fantastisch. Echt wel. Noorwegen ook. Ah, mooi. Dat is ook mooi. Hè? Heel mooi. Wat hebben we nog gedaan? De Caraïben natuurlijk. Maar je vliegt al eerst naar Ginder en dan in Fort Lauderdale of ander neem je de boot of het schip. En dat is echt fantastisch. Dat zijn hotels. Hè? Dat zijn varende hotels. 7-8 verdiepingen dat je soms denkt, wow, waar zit ik? De eerste dag moet je de hele tijd zoeken. Van waar is onze kajuit? Altijd de verkeerde verdieping. Ja, je moet goed zien welke kleuren, welke verdieping zit ik. Waar is dat restaurant, waar is de bar, waar is dit? Gewoon aan die shows, geweldig, die Amerikaanse cruise, echt aan te bevelen. Ja? Ja. Allee, ik zal er eens over nadenken. Moet doen, echt wel. Zeg, Margriet, hoe kijk jij, je dochter deed ook een beetje in jouw voetsporen. De dingen dat jij doet, doe je dat nu ook een beetje voor haar? Om te zeggen van, om haar carrière ook een beetje mee te pushen, is dat ook iets dat je doet? Ja, en ik vind dat ik dat ook moet doen. Ja. Want jij weet ook, Peter, het is in de dag van vandaag heel moeilijk om in die wereld mensen gelanceerd te krijgen. Dus ik profiteer ervan, net zoals Gert Verhulst dat voor zijn kinderen doet. Ja. En zoals Jacques Vermeijre dat doet. Zoals iedereen dat bijna doet. Ik wil niet overdrijven, maar ik geloof rotsvast in haar talent. En daarom... Ja, ze zingt supermooi. Ja, en ze is ook vlot van spreken. Ja. Ze presenteert ook goed. Ze zit nu op Ment. Maar ik zou echt willen dat ze eens kansen kreeg op een reguliere, grotere zender om iets te doen. Mm-hmm. Maar ja, we zullen wel zien. Maar ja, dat is dan wel voor jou ook wel spannend. Tuurlijk. Dat jij moet... als jij de dag dat jij stopt... Ja, dan moet je echt lossen, hè? Ja. Maar soms moet ik nu ook wel lossen. Maar, maar ik hoop het voor haar. En ze is goed bezig. Ze is echt goed bezig. Ze heeft veel werk. Ze is goed. En ze verkoopt zichzelf heel goed. En dat is belangrijk. Goed. Dat is belangrijk. Maar ze doet ook goed met jou, hè? Ja. Zo, u begeleiden. Ja, grappig, ja. Zo, mama. Ja. Moet ik met haar ogen draaien? Oh. En dan zegt ze, mama, 1, 2, 3, hier beginnen. Ze stelt dan af. Ja, ik vind dat wel schoon om te zien. Ja, die zorgt ook voor u, maar die zet u ook op uw plaats. Ja, absoluut. Het is we zijn elkaar waard. Ja! Onze tournee heet ook kwestie van DNA. Ah ja. Dus dan weet ook wel hoe laat dat is. Hè. Ja, dat is inderdaad. Maar ik weet dat ze het allemaal heel goed bedoelt en dat ze bekommerd is. En, ja, ze is ook heel geëngageerd. Ze geeft zich ergens voor die showbusiness, voor die showbiz, voor dat leven. En joh, ze is heel begaan daarmee. Ja, maar het is vaak dat ik zo, als ik die mensen met hun kinderen zie, vaak, zo, hè, bekende mensen zoals de Vermeijres, dan denk je, ja, voor die kinderen lijkt mij dat ook niet altijd makkelijk. Omdat je ouders hebben natuurlijk het ultieme bereikt in hun leven. Hè? Mm-hmm. Dus je moet altijd een beetje zo in die schaduw... Dat is iets waar ik de laatste weken zo heel vaak aan denk. Ja. Ja, maar het is wel zo. Langs de andere kant moeten ze beseffen dat zij een belichting krijgen dankzij die ouder. Als zij dat niet willen, want er zijn ook kinderen die dat absoluut niet willen. Mm-hmm. Ja, dat moet ook kunnen, hè.
Ik zeg altijd, de kinderen van Remo van het Groenewoud staan niet te springen allemaal voor op een podium te staan. Zijn er ook vele? Ja. Ja. Is dat niet? Ja, die heeft er toch hier en daar wat achtergelaten. Kwestie van DNA. Ja. Maar als ze goed terecht, voilà. Als ze goed terechtkomen en die hebben niet altijd die ambitie die je zelf hebt, hè. Ze kunnen ook op de vader lijken, hè. Ja. En dan denk ik, ja, dat is ook hun recht van die kinderen om in een heel andere sector terecht te komen. Ja. Maar ja, als je kent de sector ook en je weet ook soms van, ja, ja, soms zou je kind er ook wel wat willen voor behoeden. Ja, er is heel veel afgunst en je zit soms in een klein hoekje en weet ik veel wat. Ik had pas nog met Koen Wouters erover. En ik zeg, Koen en jullie kinderen, maar ik weet zijn dochter bijvoorbeeld, die werkt ook voor een productiehuis, maar achter de schermen. Hij zegt, die heeft helemaal geen ambitie om op een podium te staan. Maar die doet dat heel tof. Zijn die Bart Peters? Of Koen Wouters? Maar Bart Peters, ja. sorry. Maar Koen ook. Want die zijn nog te jong. Die zijn nog jonger. Maar Koen, Bart zei, ja, en die dochter werkt dus ook voor dat bord. En die doet dat zo goed. Nonna, of hoe heet ze, een tof madamtje. En die zegt ook niet, ik ben de dochter van Bart Peters, want die wil daar ook niet echt mee. Die wil zelf het ding doen. Dan denk ik, oké, tof. Goed bezig. Doet dat maar. Ja, ja. Echt wel. En wat is het geheim, Margriet, nu dat we hier toch over de showbiz bezig zijn, van een grote hit? Weet jij soms, als jij een nummer aan het maken bent, van dat gaat hier een bonk geven? Ja, dat denk je bij elk nummer dat je vrijgeeft. Hè. Is het waar, heel veel nummers, denk ik dat, ja. En soms denk ik ook van, dat gaat het niet doen. En dat is dan ook zo. Maar ik zeg, alles is de etalage. Hè. Mm-hmm. Als je plaatsje krijgt in de etalage, dan kun je van iets lullig ook een hit maken. Hè. Dus daar heeft het meer mee te maken dan met de potentie die in de hit zelf zit. Hè, maar toen ik Lekker blijven hangen schreef, voelde ik ook wel dat is een leuk liedje. Maar dat garandeert niks. Ja. Als die platenfirma, die media niet mee willen, dan wordt dat niks. Ik hoor soms zo'n mooie, leuke producties die het niet doen. Dan denk ik, ja, kijk, aan waar ligt dat? Ik vond dat nummer dat jij hebt gemaakt, na Lekker blijven hangen, van de tekst van Herman Bussemans. Dit is ook leuk, zo mooi. Ja, ik vind dat ook een leuk liedje. En dacht, het zit zo lekker in de Als ik rijd van Erpenmeren naar Ternat, en ik ben van Erpenmeren. Ah, dus, Leuk. Ik zing dat vaak als ik zo naar mijn ouders op bezoek ga, zet ik dat op. Okay, op de weg naar Erpenmeren. Hoe grappig is dat. Ja. Allee, dat is zo, ja, ik vind dat een heel mooi nummer. Ik vind het ook een mooi liedje. Ja, maar ook zo, dat gaat over niks en over alles. Voilà, zo. Ja. Van zo'n, ja. En dat vind ik ook zo, die moment. Als je koppel zit, dan denk je altijd, ik denk altijd aan hem, ik denk altijd aan haar. Nee, er zijn momenten dat je er helemaal niet aan denkt, dat je met andere dingen bezig bent. Maar dan in één keer denk je, potverdorie. Ik heb toch chance. Lieveling, voilà, ik ben er toch, hè. Ja, dat is echt heel schoon. Maar het is niet dat je soms denkt van, ah ja, oké, dat gaat hier een nummer worden, dat gaat hier een bonk zijn. Want ja, Lekker blijven hangen was al een bestaande. Ja, nu ben ik aan nieuw materiaal aan het werken, straks en morgen. En ik heb nog een liedje op de cd staan ook, dat vind ik zo een mooi liedje, ook van Oceline. Wacht, hoe heet dat nu weer? Dat gaat over eigenlijk mijn echtgenoot. En zij heeft de muziek, we hebben de tekst samengeschreven. Mijn ridder op het witte paard, maar het is, dat is de titel niet zelf, maar het is zo'n leuk liedje. Jij en ik, denk ik. En beslist je dan zelf van, dat is het nummer dat ik ga uitbrengen van de CD? Doe je dat zelf? We hebben nu in samenwerking gedaan met de platenfirma. Ah, ja. Omdat ik dat belangrijk vind dat zij er ook in geloven. Want anders doen ze er niet genoeg promotie rond. En dat is niet leuk, hè. Er moet genoeg promotie rond zitten. En dus die CD hebben we dan uit verschillende nummers dat en dat en dat gekozen, samen met hen. Op die nieuwe CD staan dus de 5 nummers van Liefde voor Muziek. En 5 nieuwe nummers, ja. Onder andere Lekker blijven hangen, Dit en Dat, en De Prins op het Witte Paard, en kleine Stapjes, ook een leuk liedje. Ja, staat veel op. Ja. En verkopen cd's eigenlijk nog? Is dat nog iets? Want dat is eigenlijk vooral via Spotify ook. Dat is bijna gedaan. Want, ik heb nog cd's, omdat ik bij optreden soms vragen de mensen, Margriet, heb je een cd bij? Ja, maar vroeger, dat verkocht je op een avond 20, 25 tot 30 cd's. Nu zijn er dat sporadisch een paar. Ja. Maar ja, er zijn ook al mensen die zeggen, ik heb geen cd-speler meer. Nou, dat zit ook vaak niet meer in de auto. Dat zit niet meer in de auto. Nieuwe auto's hebben dat niet meer, dat is een aparte set. Ja. En zo moeilijk, want je moet dat dan in je handschoenkastje steken, dus een helft van je handschoenkastje is weg. Nee, zo eenvoudig is dat allemaal niet meer. En hoe lang ga je nog doorgaan? Dat vragen ze mij soms, ik weet dat niet. Nee, maar denk je daar tot zelf ik over na? Ben even, zeker. Ja? Ik denk, zolang dat ik de stem heb en de goesting en de ambitie, de goesting op dat podium te staan, ja. Allee, gisteren waren wij op het verjaardagsfeestje van Mark Dex, 80 jaar.
En Mark is heel ziek geweest, maar gelukkig gaat het nu echt de goede richting uit. En zijn dochter, Barbara, riep hem op het podium en ik zag zijn ogen van... Dat de eerste keer was sinds zijn ziek zijn dat hij op het podium stond, maar ik zag hem herleven. Ik bedoel, als zoiets zit in uw lijf en leden, hè, dat kun je zomaar niet stop tegen zeggen. Hè. Ze gaan er u moeten afrollen waarschijnlijk. Ja, als ik geen stem niet meer heb, dan zal ons Serien wel wijs en genoeg zijn en zeggen, mama, niet meer doen. En zou je bijvoorbeeld, Herman heeft meegedaan aan de Masked Singer, zou dat bijvoorbeeld iets voor jou zijn? Ik durf het niet. Fysisch durf ik dat niet. Dat is heftig, zo. Ja, daarom ik ga dat niet doen. Echt, nee, trouwens, als ze echt mijn stem herkennen ze direct. Ja, misschien wel. Dan denk ik, nee. Als ze niet meedoen, dan moet zij weten. Ja. Dat vind ik heel leuk, dat zou ik oké vinden. Maar ik ga dat niet meer doen. Echt niet. Nee. Ja, dat is heftig. Wel leuk. Allee, wel leuk om te doen. Natuurlijk is dat wel een uitdaging. Maar ik ben daar... ik word binnen 2 jaar 70 jaar. Ik zie dat echt niet zitten om in zo'n pak te gaan zitten. Nee. Ja, dat is toch en als ik ik nu echt niks te doen had, dan zou ik denken, ja, leuk, ik heb een paar weken mee bezig. En een vergoeding, oké, geen probleem. Goh, maar dan denk ik, nee, ik moet daar andere dingen voor laten die ik veel liever doe. En, dat neemt niet weg dat ik graag tv doe, maar niet de Masked Singer, dat is niet voor mij. En zou je bijvoorbeeld nog iets doen op televisie, zo gelijk vroeger Margriet... In het casino van Middelkerken. Ik weet niet of dat dan nog bestaat, maar ik zou heel graag nog iets voor tv doen. Ik heb nu met VTM zo wel afgesproken, maar ik zou heel graag met een James Cook, bij die een antwoord maar niet, een voorstel doen. We zullen wel zien. Ja, maar je blijft wel bezig. Hè? Ja, ik kan mijn kop niet stilhouden. Ik kan mijn hersenen niet stilhouden. En hoe kijk jij naar ouder worden, Margriet? Ik kijk daar niet naar. Nee? Nee, ik laat dat maar komen. Ja? We zullen wel zien, dag per dag, en genieten van het nu. En zien. Hopelijk, dat is belangrijk, dat mijn gezondheid goed blijft. Mm-hmm. Hè? En dat vind ik... En het ouder worden, ik merk meer en meer in mijn omgeving, ook mensen die al wat ouder zijn, zo lang mogelijk met 2 kunnen blijven. Hè? Als mijn partner wegvalt, dat is echt wel de hel. Hè? Ik heb dat gisteren nu nog gemerkt, dat waren verschillende mensen die alleen staan... Wiens partner gestorven is op dat feestje bij de Mark. Ja, dat is ook die generatie, hè, 70, 80. Oh ja, dat is toch niet leuk, hè? Nee, maar jullie doen wel alles samen, hè? Frank is hier nu ook. Ja, hij zit hier niet in die studio. Ja, maar... ik vind, als hij mee kan, dan moet hij meegaan. Ja. Dat is voor hem ook leuk. En dan zijn we eruit, zijn we met 2 op stap. Ik vind dat leuker, want iedereen zegt altijd, ja, en Frank chauffeert. Nee, Frank chauffeert niet. Die rijdt mee. Ik chauffeur. Of mijn nichtje, die rijdt soms ook mee. En als we hier een examen optreden, rijdt zij. Hè? Ja. Maar meestal rijden we apart. En ik rij en Frank is onzeker geworden in het verkeer. En dan voel ik mij ook niet veilig. Mm-hmm. Dan zeg ik, nee, schatje, laat maar. Want wat deed hij vroeger van beroep? Die heeft in de modewereld gezeten. Ah, in de mode? Ja, hij werkt bij zijn broer in de zaak in Brugge. In een modewinkel, mannenkledij. Tof. Ik moet altijd denken, als ik in die winkel kwam, have you already been served? Zo, dat was voor die mannen. Een herenwinkel. Ja, echt een herenwinkel. En mooie dingen ook. Mensen vragen soms nog naar hem. Zeg eens, hoe is het met Frank? Is hem erbij? En wij moeten in zijn tijd wel populair geweest zijn daar in die winkel. En hoe hebben die dan leren kennen? Dat was niet in die winkel of zo? Nee. Hij is heel doorzettend geweest, want hij zag mij en hij zei, dat is iets voor mij. En hij heeft zijn partner van toen in de steek gelaten, dat hoor. Germe. Maar fijn, ja. En hij zegt... een paar keren naar een optreden gekomen en dan gaf hij een boeket bloemen af. Ik denk, tja, wie is dat? Wie zou dat zijn? Maar ik vond die nooit. En dan bij een optreden in Gent, ik weet dat nog goed, dat was nog met Rob Burms. Feestdag in de zon of zoiets. Was op een plein in Gent. En... ik zag iemand zo die bloemen opsteken. Ik zeg, dat is hem. En dat was hem ook. En hij deed zo teken van, gaan we samen iets eten? Maar ik denk, gewoon, ik kan het toch maar eerst een beetje bekijken. Want je gaat toch zomaar niet met de eerste en de beste iets eten. Ja, en zo een fan misschien? Ja, voilà. Ik denk, misschien is dat zo een of andere deur geflipte. ik zat toen ook nog een beetje in een relatie. Wel geen goeie, maar speelde geen rol. Ik had daar toch geen tijd voor. En ik deed zo teken van, kom naar achter de coulissen. En... dat allemaal tijdens het gesprek. Ik zeg, maar verder is hij achter de coulissen gekomen. En dan heb ik hem eigenlijk voor de eerste keer zo wat gepraat. En ik zeg, ja, we gaan wel eens afspreken. Ja. We gaan afspreken, want ik voelde dat. Dat is raar, hè. Ik voelde zo die elektriciteit tussen ons. Ja. Heerlijk. Nu is het vlammetje... die elektriciteit is nu heel duur.
Maar is er nog maar wel. De lont is er nog altijd. Maar absoluut, het vlammetje is er nog, echt wel. Ja. Nou, dat is goed. Maar ja, jullie zijn ook al lang samen, hè? Ja, Serine is 30 geworden dit jaar, dus wij zijn 30 jaar samen. Net als in het jaar dat ons Serine geboren is eigenlijk, heb ik Frank leren kennen. Ja, ook niet evident voor hem. Nee. Maar ik zei toch, je weet ook dat je verliefd wordt op een vrouw met kind. Hè. Oh, Sam, ik was dat eigenlijk wel een beetje vergeten. Maar dat het is niet dat je nog samen een kindje wou. Ik wilde dat eerst wel. Ik dacht, ja, wil hij dat? Maar hij zei, nee, voor mij hoeft dat echt niet. Ik zeg, dan is het oké, voor mij ook. Mm-hmm. Hij zei, voor mij is één kind genoeg. Frank is ook niet echt zo'n vaderfiguur. Hij geeft wel om, hè. Heel erg meer mee begaan dan dat ze soms beseft. Maar hij is niet iemand die behoefte heeft om op zijn gsm-kindjes en babytjes en... Nee. Dat heb ik als moeder ook niet. Ik ook niet. Nee, vreselijk. Ik heb dat ook niet. Als mensen al beginnen van dat is mijn kleindochter en dat is mijn kleinzoon, dan denk je, ja, dat is heel fijn. Dat is een ferm kindje, maar... Ja, daar kun je niet veel over zeggen, hè. Als ze nu een liedje zingen, is dat van nog, maar... Ja. Zeg, Margriet, ik wil je heel hard bedanken dat je hier was. En in de Frietcast is er ook altijd een cadeau voor de gast. Een frietje met tartaar. Ja, nee. Het is iets droger. Ah... Ja, de mensen, we zijn al een aantal afleveringen verder, het is zo open klikken. In die doos zit eigenlijk een kledingstuk. Oh! Ja, een persoonlijke frietboodschap zit daarin. Oh, hoe lief is dat? En daar staat iets... Frietkast, maar... Haal het er maar uit. Maar friet, Herman. Het is een persoonlijke frietboodschap en zeg. Maar friet Hermans, ze was vandaag hier aanwezig in de frietkast. En dat is alleen een t-shirt. Doe de mis aan als je naar de frituur gaat of zo. Ik ga dat doen. Het is altijd voor iedereen is het altijd anders. Oké. Het is altijd persoonlijk. Tot hiertoe blijft de creativiteit nog komen. Ja, want dat is wel niet zo gemakkelijk. Nee, hè? Dat is echt heel moeilijk. Nee, want ik zag bijvoorbeeld de naam staan van Rick Torres. Wat was dat bij Torres? Ja, dat was ook op zijn naam. Dat was Annelies Verlinden had die suggestie gedaan. En dat was dan Frik Andel. Oh, god. Ja. Maar ik dacht, ja, minister van Binnenlandse Zaken hebben we hier omgedoopt tot minister van Binnenlandse Smaken. Oh, heerlijk. En die zit ook wel in de denktank. Frik Andel. Ja, Frik Andel. En voor Jean Vermassen was het een grote met bewijs. Oh. Omdat hij wel een grote is. Absoluut, in lengte ook. En liefst met bewijs ook. Ja, en ook van wat hij allemaal al gedaan heeft. En een grote man ook, ja. Een grote pleiter. Ja, dus voilà. En voor jou is het Margriet Hermans. Oh, dankjewel. Hoe schattig is dat? Schattig, hè? Ja. Ik hoop dat hem past. En dus, als ik nu even digitaal mag vragen. Je gaat naar uw podcast. Ja, je kunt zelfs ook abonneren. Dat is altijd tof als mensen abonneren. Dan krijg je zo elke week, als er een nieuwe aflevering is, krijg je dan een berichtje van... Hey, hop, er is een nieuwe aflevering. Okay. En ik ben daarmee begonnen van in oktober. Ah. Omdat ik eigenlijk zelf een beetje de nood voelde aan goede gesprekken. Allee, niet therapeutisch of zo, maar ik vind wel... Maar zo is leuk. Een podcast is gewoon... Je kunt tijd pakken en alles zit wel in zijn context. Als mensen iets vertellen. En dat vind ik wel fijn aan een podcast maken. Ja. Absoluut. Dus voilà. Als ik tijd had, zou ik het ook nog graag doen. Ja, dat zou wel iets voor u zijn. Ja, ik heb al gezegd tegen Osserien, jij moet dat dan doen technisch, want dan ben ik geen uit. En zo gewoon over de dagdagelijkse dingen. Dat zou ik graag doen. Ja, dat is leuk. Over de minister voor pensioenen. Ja. Oh. Ik heb u een titel al. Ik heb een titel van minister voor pensioenen. Ja, je mocht altijd komen hier opnemen of zo. Ik wil je daar gerust mee helpen. Oh, dat is leuk. Ik vind dat heel leuk. Allee, okay. Er zit op dit moment nog geen verdienmodel achter podcast. Dus dat is zo... Ja, je doet dat gewoon omdat je dat leuk vindt. Ja. Maar ik geloof daar wel sterk in dat mensen dat wel appreciëren. En ik denk ook als je eens met alle frituristen gaat spreken, dat daar wel een kans zou zijn. Ze mogen mij altijd bellen. Maar er is een organisatie, hè, die... Daar moeten we mee gaan praten. Dat is waar. Want die organiseren elk jaar van alles. Hè. Ze hebben ooit nog gedaan optredens in frituren en zo. Ja, dat kan nog. Hè. Dit zou nog heel leuk zijn. Frietkast on tour. Hè. Ja. Dat is het volgende. Goeie idee. Nee, Margriet, ik wil je bedanken. En heel graag tot een volgende keer. Sorry, Peter, het was heel fijn. Dank je wel. We zien elkaar zeker nog. Zeker, ik hoop het. Frietkast. Hey, wauw. Met Peter de Pauw.